NPO Radio 1. Max. Zuster, als het is. Nachtzuster met Astrid de Jong. En zo zitten we alweer halverwege april. Gaat snel. We hebben eindelijk een beetje zon gehad. En aangezien het morgen niet zo warm wordt, is het misschien verstandig om alvast onder de warme dekens te gaan liggen. Of misschien ben je wel aan het werk, dat kan natuurlijk ook. Of je hebt gewoon nog helemaal geen zin om te gaan slapen. Of je bent alweer wakker. In ieder geval, ik hoop dat je de moeite neemt om even te bellen naar 0800-1121 om mee te werken aan dit programma. En om het programma dus mede samen te stellen. En dan bel je dus naar dat nummer met een vraag. En als je straks vragen hoort, misschien een antwoord. 0800-1121, maar mailen kan ook. Nachtzuster@omroepmax.nl. Of twitteren via @nachtzuster. Of facebook.com/nachtzuster, dat werkt ook. En er is ook een chat tijdens dit programma. En die chat kun je vinden op omroepmax.nl/nachtzuster. En eventjes linksboven de chat aanklikken. Maar het makkelijkste is als je nu je vraag doorgeeft via 0800-1121. Nachtzuster van het bandje Doe Maar zou zomaar eens een keer een hit kunnen worden. 0800-1121, dat is het nummer dat je kunt blijven gebruiken om je vraag of je antwoord door te geven. Maar laten we even beginnen met vragen, dat is misschien wel handig. 0800-1121. Hallo, met wie? Hallo? Hallo? Hallo, met wie? Hey, Yusuf. Hey. Yusuf, de taxichauffeur. De taxichauffeur, ja. Heb je geen klanten, joh? Ik heb nog 3 auto's voor mij, dus... we hebben alle tijd. Ja. Ja. Dus, ja, ik heb een vraagje vandaag. Gaat over een beetje... Gaat over vrouwen, hè? Gaat het over vrouwen? Ja. Ja, de vraag is eigenlijk... gaat op de producten, heel veel producten, de bedrijven willen zijn producten verkopen. De plakken een naakte vrouw op, of een vrouw met onderbroek of zo op zijn product. Waarom dan? Dan heb ik echt dat is minder respect voor vrouwen eigenlijk. Ja. Maar dat is niet de schuld van die vrouw. Dat is de schuld van de mannen die dingen blijkbaar eerder kopen als er vrouwen in onderbroek op afgebeeld staan. Ja, dan kijk ik nou op de shampoo of gelbus of heel veel producten zie je dan op de verpakking, op de doos of zo. Dan maak ik bijna naakte vrouw. Ja. Dat vind ik een beetje onrecht. Ja. Ja, maar waarom plakken geen mannen of dieren of andere beelden aan de huisje of auto of weet ik veel. Nou ja, als je shampoo voor mannen, daar staat dan wel weer zeg maar een douchende man op, toch? Daar staat geen douchende vrouw op. Ja, nee, maar ik zag heel veel producten. Zit die vrouw op beeld op. Oké, maak nou het vrouw op. Maar laat een beetje aankleden. Niet helemaal. Maar het zou raar zijn om op een fles shampoo een volledig aangeklede mevrouw onder de douche af te beelden. Maar je hebt wel gelijk dat er bijvoorbeeld bij autoreclames ook een schaars geklede mevrouw op de motorkap ligt. Ja, daar heeft niks mee te maken met de vrouw. Maar waarom hebben we plakken naakte vrouw? Ja, nee, dat is een goede vraag inderdaad, Yusuf. Nou ja, dan hopen dat er iemand met verstand van reclamecampagnes rondloopt. En dat die eventjes de moeite neemt. Ik hoop dat hij niet kwaad zijn op mij. Dus, woedend. Waarom zouden mensen kwaad zijn? Misschien ze worden woedend en dan denk ik, een beetje minder reclame. En dan gaat het niet goed met hun economie. Hè? Ja, nee, dat is waar. Nou, Yusuf, hoeveel auto's nog voor je nu? Ik heb nog 2 auto's. Oh, kijk, er zit wel progressie in. Nou, succes, hè?
Nou, hoor ik van hoe of van jou? Ja, dat, hoor, dat kan ik niet beloven. Dat hangt er vanaf wie de belt naar 0800112. Ja, nee, maar nou, die kijk, ja, de hele tijd. Ik ben hier tot 4 uur, dus ik maak radio aan en ik hoor alle mooie vragen en antwoorden bij jou. Dus, ja. Ja. Nou, een goede nachtdienst. Oké, dankjewel. Dag Yousef. Hoi, hoi. Oké, fijne nacht. Dag. 0800-1121. Arie? Nee, niet Arie. Hallo, met wie? Hallo. Hallo, met wie? Met Els. Hey Els, goeienacht. Nou, ik heb uiteraard ook een vraag natuurlijk, anders zou ik jou niet bellen. Nee, ja, nou ja. Maar ik vraag me af, we hebben een bak in mijn plaats, waar ze dus een viaduct aanleggen. En nou rijdt er elke dag langs en dan staan daar in die bergen zand honderden paaltjes met vlaggetjes erop. Oh. En ik vraag me af, waar is dat voor? Oké. Okay. Snap je wat ik bedoel? Nee, maar je viel ook weg. Je zegt we hebben en toen dat laatste woord krijg ik niet mee. Dus, Nou, er wordt een viaduct gebouwd. Ja, dat snap ik. Buiten Leeuwarden, daar woon ik dus. Op die bergen zand. Waar ze dus mee bezig zijn, staan wel 100 paaltjes met allemaal rood-witte vlaggetjes erop. Uh-huh. En het is niet, dat is niet gewoon dat jij niet onoplettend in die bergzand rijdt of zo? Nee. Oh. Nee, daar kan ik moeilijk in. Daar is een afrastering nog voor. Ja. Maar dat zal schijnbaar ergens voor dienen, neem ik aan. Maar ja, waarvoor? Want dat hebben ze niet voor de lol ingezet. Ze hebben werk genoeg. Ik denk niet dat ze dat gedaan hebben om even leuk bezig te zijn. En misschien om te verhoeden dat kinderen erin gaan spelen of zo? Behoeden om dat is echt heel. Het zijn wel honderden paaltjes gewoon met allemaal rode vlaggetjes. Nee. En kan dat vol daarmee? Kan het niet zijn? Heb je dat nooit gezien? Nou, ik kom sowieso niet zo vaak in Leeuwarden. En dan ga ik helemaal niet gezellig kijken bij de aangebouwde viaducten. Nee. Ja. Maar het moet er ergens verdienen. En het kan niet iets dat daar de gasleidingen of de. Nee. Dat daar de stopcontacten moeten komen. Door die hele bergen met zand. Oh. Oké. Okay. Nou, misschien weet iemand het. Ja, dat is altijd de strekking, hè? Dat er hopelijk iemand het weet en dat hij de moeite neemt om even te bellen naar 0800-1121. Ja, waarvoor dat is. Het is niet één paaltje, bijvoorbeeld voor gevaar. Er staan honderden paaltjes op. Nou, ook echt afstanden gelijk van elkaar. Ja. Nou, ik ben wel benieuwd. Maar ja, er is ongetwijfeld iemand. Ja, ik ook. Dus ik dacht gewoon eventjes af als het is. Er is vast iemand die het gewoon weet. En die belt naar 0800-1121. Oké. Nou, leuke uitzending. Ja, jij ook, Els. Dank je wel. Oké. Hoi. Doeg. Even kijken. Florence. Goedenacht. Goedenacht. Ik had een vraag. We waren vorig jaar zomer in de bergen. En we hadden een hotel en die stond naast een beek met hardstromend water. Ja. En dat hoorden wij ook 's nachts. Oh, fijn. En we hadden de vraag. En wij wonen zelf ook op zich dichtbij een snelweg. En als de wind net fout staat, horen wij heel veel de snelweg goed. En toen wij in de bergen waren, hadden we eigenlijk helemaal geen last van het geluid van het water. Terwijl het op zich evenveel geluid geeft, evenveel decibel is als de snelweg. Ja. Maar we vonden het water helemaal niet erg. En ze hadden eigenlijk de vraag, waarom vinden wij het nou als mens, of in ieder geval dat vonden wij als familie, het helemaal niet zo erg als er harde, water langs stroomt dan als we bij de snelweg wonen. Ja, precies. Waarom is het geluid van stromend water rustgevender dan langs rijdende auto's? Ja. Hoe oud ben jij, Florence? 16. Oh ja, je klonk al heel jong. Waarom ben jij wakker om 2:15? Ja, maar mijn moeder en ik luisteren elke vrijdagochtend, of bijna altijd, als we wakker zijn. Echt waar? Ze staat al zo lang met de vraag. Maar moet je dan morgen niet naar school of zo? Ja, jawel. Nou, jawel. Goed naar bed gegaan. Dat zien we dan wel weer. Oh, wat leuk zeg. Nou ja, dan hopen dat iemand hier iets over kan zeggen. Inderdaad, waarom we het lawaai van water helemaal niet storend vinden. Terwijl bijvoorbeeld harde muziek van de buurman
wel kan storen. Ja. Ik hoop dat iemand een antwoord geeft via 0800-1121. Dankjewel, Florence. Oké, tot ziens. Hoi, goed aan je moeder. Zal ik doen. Even kijken, Arie. Hallo. Ik hoor mezelf toch wel. Hallo, met wie dan? Iemand? Ik hoor wel een echo, dus ik zit waarschijnlijk bij iemand in de kamer tegen de radio te praten nu. Ja. Hallo. Hallo, wakker worden. Als je nu aan het wachten bent, zeg dan even hallo. Hallo. Hallo, dag. Ja, dag. Hallo. Met wie? Met Annie. Wie? Met Annie. Annie, hallo Annie. Ja, ik kan niet slapen, want ik ben al overween. Heeft er iemand een oplossing voor? Zeg het nog eens. Ik heb een open beenwond. Echt, Annie. Maar moet je dan niet even naar de dokter? Ja, dat hebben ze net schoon gemaakt. Oh, fijn. In het begin van de avond. Maar ik verga nog steeds van de pijn. Ja. Is er geen oplossing voor. Maar moet je niet gewoon een aspirintje nemen of twee? Och, die heb ik al 4 gehad. Oh nee, dat is niet verstandig. Maar Annie, ik wil je graag helpen. Maar voor medische vragen verwijs ik je eventjes door naar de huisarts of de dokterspost. Want als wij nu gaan zeggen... Ja. Neem een borrel, dan dat is niet best, natuurlijk. Ja, snap ik. Okay, nou, sterkte, Annie. Jo, dag. 0800-1121. Hallo, met wie? Ik ben Liesbeth. Dag Liesbeth, zeg het eens. Oh, gelukkig. Ga mooi. Ja, ik hoop dat ik mijn vragen goed stel, want ik ben wel heel moe. Oh. Het was dat ik iets moest afmaken. Oké. Okay, nou, jullie nog hoorden. Begin bij het begin. Goed. Ik had eerst iets... Ik geef toe dat het ook een klein beetje is om er rugbaarheid aan te geven. Oh, daar gaan we weer. Ja. Ja, dat ben ik weer. Ja, er gaat een lampje branden, Liesbeth. Ja, maar goed, vertel. Ja. Goed. Waar gaan we rugbaarheid aan geven? Maar goed, maar ik ben ook nieuwsgierig. Want ik hoorde vandaag dat sommige studenten die op zaterdag bij die maagdenhuisactie gearresteerd zijn, dat die nu in vreemdelingenbewaring zitten. Oh. Want ik denk dat ze anoniem waren. Het kan ook zijn dat ze niet anoniem waren, dat weet ik niet. En om die mensen dan te straffen omdat ze dan hun naam niet willen geven, of het was, ja, zo leg ik dat uit tenminste, dan sluit de politie ze soms in vreemdelingenbewaring en doen ze alsof het vluchtelingen zijn. Want dan zeggen ze van, nou ja, jij wil je naam niet geven. Nou ja, dan denk ik dat jij een vluchteling bent. Maar... En dan hopen ze natuurlijk dat die mensen dan op een gegeven moment wel zeggen van, nou goed, mijn naam is dat en dat. Maar, Liesbeth, vreemdelingenbewaring, dat is natuurlijk... Ik hoor het nu voor het eerst. Maar dat is natuurlijk, zeg maar, wat ze doen met mensen die hun naam niet geven. Ja, dat zeg ik toch ook. Ja. Dus als mensen opgepakt worden en ze geven hun naam niet... Ja. Dan komen ze dus terecht in vreemdelingen, de bewaring. Ja, maar je kan ook iemand niet in vreemdelingenbewaring gewoon zetten. En dan gewoon, die persoon heeft dan wel recht op een advocaat volgens mij. En wat is je vraag? Nou, mijn vraag is, ik was er zelf van geschrokken. Want ik volg ook niet altijd alles even goed. Maar wat was je vraag? Dus ik kwam er vandaag pas achter. Dus ik vroeg me af of andere mensen, omdat die studenten gelukkig wel wat publiciteit hadden gekregen. Want in mijn idee waren het best wel mooie acties. Waar ze maar wat is je vraag? Waren. Mijn vraag is of anderen daar al van gehoord hebben. Want daar was ik wel benieuwd naar. Want ik vond het toch wel heel naar. Omdat sommige nou, mensen... nu wel. Want je hebt het net verteld. Ja. Dus het antwoord is in dit geval ja. Ik hoop dan wel. Ik ben wel benieuwd ook of andere mensen dan... want het is nachts, ze luisteren natuurlijk niet veel mensen. Oh. Dus ik ben wel benieuwd of dat dan misschien in andere media al naar buiten is gekomen. Of iemand het al ergens anders een keer gehoord heeft. Omdat, ik heb wel gehoord vaak dat die... Ja, ik bedoel, dat begrijpen jullie mensen met een beetje inbeeldingsvermogen.
die begrijpen natuurlijk wel dat die vreemdelingenbewaring ook meestal minder, echt niet zo leuk is vaak ook. En minder leuk is dan de gewone opsluiting. En gewone opsluiting is natuurlijk ook al niet leuk. Dus ik was er echt wel van geschrokken. Oké. En ja. Toen had ik als tweede, want ik vond het, ik heb die studentenacties best wel redelijk gevolgd in verschillende media dan een beetje, althans redelijk. En toen had ik ook gehoord, ik ben ook een paar keer in dat maagdenhuis gewoon naar binnen gegaan. En toen was ik ook wel op een gegeven moment geschrokken dat er beweerd werd dat ze zulke vernielingen hadden aangericht. Oh ja, ja. Want die keren dat ik er geweest was, heb ik dat echt helemaal niet gezien. Ik bedoel, ze waren daar gewoon aan het proberen aan het praten en mensen aan het uitnodigen om over politiek te praten. En om de wereld te verbeteren op hun manier en de universiteit. Maar wat is je vraag? Nou, mijn vraag was... Nee, Liesbeth, Liesbeth, luister. We hebben elkaar eerder gesproken. Je wil altijd graag iets even aan de kaak stellen. En daar verzin je dan een vraag bij. Maar laten we het hier gewoon bij laten. Want het, ik vind het... Nee, maar ik vind het leuk geprobeerd. Ik ben wel werkelijk. Ja, ik ben ook iedere keer. Ja, dat weten we nu wel, Liesbeth. Maar ik neem die vraag mee of mensen... Nee, ik had nooit dat die vraag hoort erbij namelijk. Nee, maar dit weet ik ken jou een beetje inmiddels. We zijn 20 minuten verder en heb je nog geen vraag gesteld. Dus ik ga een plaatje draaien. En, nee, ik heb dit eerder geprobeerd en het lukt uiteindelijk niet. Ik neem de vraag mee van of mensen eerder vernomen hebben over dat feit, over die vreemdelingenbewaring van de studenten van het Maagdenhuis. En wie weet dat daar nog iemand over belt. Maar dan laten we het even bij. 0800-1121. Yassine, goedemorgen of goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo, zeg het eens. Hallo. Ja, ik had een antwoord op je allereerste vraag vannacht. Nou, vertel over de schaars geklede dames. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk heel simpel. Reclamebureaus en campagnemakers die spelen gewoon heel simpel in. Ja, op de mannelijke brein. Ja. Bij mannen, de uitzonderingen daar gelaten. Dat is gewoon zo. Vinden vrouwen gewoon leuk. Dat is al tijden zo. Mm-hmm. Ja, dat weten reclamemakers. Dus ja, hoe maak je dat een man eerder naar je product gaat kijken? Ja, door een mooie, vaak schaars geklede vrouw bij te zetten. Net als het voorbeeld dat je aangaf. Autoreclames inderdaad zie je vaak schaars geklede dames bij. Terwijl het verder helemaal niks met het product te maken heeft. Maar ja, zet je die langs een billboard langs de snelweg. Ja, een man die kijkt er gewoon sneller naar. Heeft hij ook sneller een nieuwe auto nodig? Ja, dan heeft hij ook automatisch een beetje aandacht voor het product wat er wordt aangeprijsd. Het zal niet altijd het gewenste effect hebben, maar ja, dat is de gedachte dat er achter zit. Maar ik vind dat wel typisch, want vroeger was het natuurlijk zo dat de man die bracht het geld binnen en die had dan ook de portemonnee. Maar tegenwoordig gaat de vrouw toch echt mee die auto kopen en die denkt, nou doe die maar niet, want er ligt een naakte dame op. Ja, nee, dat zal de nodige discussie opleveren tussen man en vrouw. Daar niet van. Kijk, zo'n man die zal het natuurlijk niet bekennen als zijn vrouw erbij is van ja, ik kijk naar die vrouw. Nee. Dat is ook weer het spelletje wat erachter zit. Maar nee, in grote lijnen is dat de gedachte dat erachter zit, gewoon het inspelen inderdaad op de mannelijke brein. Ja, nee, ja, dat vermoed ik toch ook dat het zal zijn. Maar ja, ik vind wel opmerkingen, want ja. Maar vrouwen kopen toch ook auto's? Maar ja, misschien niet die auto. In de reclame van de Fiat Panda geen schaars geklede vrouw. Nee, of misschien ook wel. De duurdere, mooiere, stoelere auto's inderdaad. Dus de duurdere, auto's. Mooiere, stoelere. Oh, wat verschrikkelijk toch. Ja, nee, je hebt waarschijnlijk een punt. Ja, en de shampoo reclames. Ja, kijk, in een shampoo doe je nou eenmaal meestal schaars geklede. Dus ja, dat... Daar ontkomen ze dan meestal niet aan. Ja, en dat het maatschappelijk verwerpelijk is, kan ik niet mee oneens zijn. Maar ja, dat is weer een andere issue, denk ik. Ja. Nou, duidelijk. Dankjewel, Yassine. Alsjeblieft. En goeienacht nog. Hoi. En hetzelfde. Goeiedag. Dag. 0800-1121. Willy. Ja, goeienacht. Hallo. Hoi, zeg het eens. Iets is me opgevallen. Ja. Er is nou een nieuw brood bij de kruidenier. Ja. Of bij de supermarkt.
speldbrood. Ja. En er is ook bij Paul speldnieuws. Oh. Speldnieuws? Ja. Van de speld. Ja. Ja, de speld. Ja. En speldbrood. Ja. Hebben ze iets met elkaar? En waarom heet het brood dan speld? Oh. We hebben toch volkoren, we hebben half bruin, we hebben van alles. En nu hebben we speldbrood. Ja, maar dat heeft niets met die satirische nieuwsvoorziening te maken. Want dat is speld met een D. En speld brood is met een T. Nou dan weet ik dat wel. Ja. Maar het andere speld brood. En ja. Het verschilt. Ja. De ene, het is niet overal hetzelfde. Oh, verkopen ze verschillende soorten... Ja, maar ja, ze verkopen ook verschillende soorten volkorenbrood natuurlijk. Dat is ook niet bij iedere bakker precies hetzelfde. Ja, maar dat heb je half volkoren of half... Maar dit gewoon spelt. En dat is die ene kleine sneetjes en die andere is normaal. Ja. Nou, misschien hoor ik het wel. Ja, dat hoop ik. Ja, ik weet het. Ja, speldbrood wordt met speld gemaakt. Maar ik weet eigenlijk niet wat het is, Met speld? Ja, dat zal een speciaal soort graan of meel of weet ik veel wat zijn. Natuurlijk, daar heb ik niet aan gedacht. Maar ik weet niet wat voor, dus het is wel, het is hip, hè? Ja, ik heb het gisteren nog gekocht. Oh, gelukkig. U denkt van, ik weet niet wat het is, maar ik ga het opeten. Ja. Nou ja, ik ben benieuwd. Ik zeg 0800-1121. Bedankt, okay, Willy. Bedankt. Eet smakelijk. Dag. Doei. Tom, goeienacht. Hallo, met Tom. Hey, als je je radio wat zachter zet, dan hebben we niet zeg maar die keiharde galm ondertussen op de radio. Nee, ik zet mijn radio even uit. Oh, nee, maar doe dat maar niet, want dan kelderen de luistercijfers. Dus een beetje zachtjes, heel zachtjes. Ja. Dat is verwarrend, zeg. Ja. Maar denk je, het zit op de radio ook. Wat? Nou, ik heb het in ieder geval een stand. Hij heeft maar één standje, jouw radio. Alleen een standje keihard. Ja. Ja. Even kijken. Ik had die vraag over 14 dagen geleden. Ja. Toen ging het over die kijkcijfers. Daar heb ik er nog steeds nog niks van gehoord eigenlijk. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me... Er gaat ook volstrekt geen lichtje branden. Dat speelt hij daar... Dat was het. Jij vroeg of als je aan het zappen was... of dan alles waar je langs hebt werd geregistreerd voor de kijkcijfers. Ja, zappen en dan weer op een ander net. En dan weer terug op 1. En dan weer naar 4 en dan weer terug op 1. Maar ik heb zitten luisteren. Maar volgens mij weet niemand het of ik weet niet wat dat is. Is er geen antwoord gekomen? Ik kan het me niet meer zo goed herinneren. Nee, dat is 14 dagen geleden. Ja, ik bel elke keer, maar ja, kom er ook wel eens hier, want heb je zo druk. Ja. Ik heb er geen antwoord op gehad. Nee. Nou, ik zeg, we gaan eens eventjes kijken of iemand het nu gaat proberen via 0800-1121. En dan krijg je vraag 2, wat had er nog aan? Oh, doe maar, ja. En dat is, als iemand een interview neemt, weet je wel... Nee. Dus ik neem bijvoorbeeld van jou een interview, neem ik al. Oh, ja. En dan word ik zo moe van de 10 woorden. Zitten er dan 4, 5 woorden. En dan maken ze weer, zeggen ze weer 4 woorden. En dan hoor je weer... dat is niet om aan te horen. Daar word ik gewoon moe van. In alle interviews is dat? Nou, in een hoop tv, weet je wel. Je hebt het wel eens meer. Of op de radio ook. Ja. Ik bedoel, dan nemen ze... Dus jij, laat maar zeggen, neem een interview van mijn af. Ja. En je vraagt wat. En dan gaat ik, laat maar zeggen, van de 4 woorden. En dan ga ik mijn zin weer verder opmaken. Ik snap niet dat die mensen niet vloeiend door kunnen praten. In plaats van elke keer bij jou hoor je het niet. Gek is dat, hè? Nou, dan zou je misschien beter kunnen praten. Maar als je na heel de nacht... En ik ga een vraag stellen aan jou... Ja. Maar bij jou hoor je het niet. En bij hen ook niet, hoor. Oh. Maar je hebt natuurlijk bij anderen, want je snapt wel... Maar je hoort het bij de vraagstellers en niet bij de antwoordgevers. Of bij de antwoordgevers juist. Nou, allemaal. Eén pot nat. Bij de antwoord, dat ligt er maar wat op de tv komt. Bij de antwoordstellers. De antwoordstellers en de vraag... de vraaggevers. Ja, maar je weet wat ik bedoel, of niet? Ja, ik weet niet. Je bedoel... Je...
Iedereen zegt toch wel eens, hè? Ja, maar geen 300 keer in 10 minuten tijd. Ja, maar sommige mensen... Kijk, als ik jou ga interviewen, Ton... Ja. Over iets... Heb je hobby's? Hobby's? Nou, ik ben gepensioneerd, dus ik ben 70. Ja. Ik heb hobby's, ja. Dat is kleinkind, een beetje voetballen. Ik voetbal nog dan. Voetballen of tafeltennis, tennis, noem alles maar op. Oh. Maar als ik dan, als ik vragen ga stellen over tafeltennis... dus ik zeg bijvoorbeeld, ben je verdediger of aanvaller... en met wat voor bedje speel je? Dan geef ik een antwoord. Ik bedoel, het heeft niks met verdedigen te maken. Tafeltennis is gewoon geen en weer slaan natuurlijk. Ja, nee, maar je kan aanvallen en een bedje is groen. En dan hou ik anders vast. En je hebt in een penvorm, waar die Chinezen houden dat penvorm vast. Ja, maar dat vroeg ik niet, hè, Tom? Nee, maar dat is. Nee, maar op het moment. En je hebt wel degelijk bij tafeltennis heb je wel aanvallen en verdedigen. Maar het is meer zo dat als jij dan. Als je moet gaan nadenken over hetgene wat je gaat vertellen... en speciaal stel dat je ging vertellen over iets waar je verstand van hebt... af en toe moet je dan eventjes nadenken wat je precies gaat zeggen... en of je het wel goed zegt. En dan zeggen mensen... omdat op een of andere manier anders wordt het even stil. Nee, maar ik vind dat gewoon irritant. Maar je hoort dat ook wel eens bij de Tweede Kamer. Ik luister ook veel naar die debatten. Ja. En dan hoor je dat ook wel eens. Ja. En je hoort dat ook van die verslaggevers die een interview van een voetballer afnemen, weet je wel. Ja, het verschijnsel voetballer ken ik. Ja. Je moet maar eens goed luisteren. Ja. En je moet maar eens in de gaten houden, want je krijgt wel meer bellers. Oh. Of iemand die antwoorden geeft. En dan moet je maar eens goed luisteren wat ik bedoel. Nee, maar ik vind het niet erg. Ik weet wel wat je bedoelt. Ja. Maar ik vind het niet erg. En ik vertel jou, het komt omdat mensen even nadenken... en dan niet willen dat het stilvalt. Dus dan zeggen ze even... Dus dat legt niet aan spraakgebrek dat je vloeiend door kan praten. Dus dat legt het niet aan. Nee. Denk ik. Nee. Ja, nou, misschien ook wel. 0800-1121. Er durft nu niemand meer te bellen, Tom. Oh, sorry. Ze zijn allemaal bang dat ze één keer zeggen en dat jij thuis... Nee, daar heb je gelijk in. Ja. Maar ik ga luisteren en dan vragen over die tv. Over die tv. Oh, die kijkcijfers moeten we ook nog meepikken. Ja, nou, ik ga mijn best doen, Tom. Ik hoop dat ik de antwoord op krijg. Dan weet ik wat ik moet zeppen en zo. Ja, is goed. Hey, dank je wel. Doei. Dag. Ellie. Hallo? Ellie. Hi. Hoi. Astrid. Dag Ellie. Hey, leuk om jou een lijn te hebben. Dat is toch moeilijk om er doorheen te komen. Ja, of je niet zoveel wil zeggen, Ellie. Ja, ik heb een vraag. Oh. Heb jij de Voice of Kids gezien? Ja, dat heb ik toevallig gezien, de Voice of Kids. Ja. Oh, dat vond ik zo'n leuk programma. Ja. En ik heb daar een vraag over. Die Lucas, die gewonnen heeft. Ja. Weet je al die krullenbal? Ja. In Nemend Jochie, hè? Ja. Ongelooflijk. Ik was er bijna verliefd op. Oh? Ik ben geen pedo, hoor. Oh. Hoeveel jaar ben je, Ellie? Ik ben 62. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee. Nee, maar ik vond het zo vertederend. Ja, dat was een... Ja. Ja. Ja, en dan heb ik een vraag. Vlak voor de... Eerst hebben ze diverse rondes natuurlijk selecteren. En toen was hun stem nog standvastig. En net met de finale kreeg hij de baard in de keel. Ja. En daar gaat mijn vraag over. Ja. Ik snap wel, ik heb zelf ook twee zonen al lang gewassen. En dat ineens je stem verandert. Ja. Waarom heet dat de baard in de keel? Ik kan je toch niet scheren? Nee. Ja. Waarom heet dat de baard in de keel? Nou, duidelijk. Ja, dat is een duidelijke vraag, Ellie. Het lijkt me dat iemand dat uit moet kunnen leggen via 0800-1121. Ik ga mijn best doen. Ja, leuke vraag. Nou, hele leuke vraag, Ellie. Goed gewerkt. Ik ben benieuwd. Ja, weet je wat ik doe? Ik draai mijn stoel om. Ja, en dan? En dan mag jij kiezen. Oh, op die manier. Oh, klopt, Sanne. Ik ben niet helder. Ja, dat geef ik niet. Het is midden in de nacht. Oké. Nou,
Bedankt. Ik hoop de reactie op te horen. Ik ook. Ja, dat ook altijd. Bedankt, Ellie. Dan tot de volgende keer, hè. Doeg. Dag. 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt gebruiken als je antwoord weet op de vraag van Ellie. Over Lucas van The Voice Kids. Want die kreeg zomaar opeens de baard in de keel. Ja, ik zie nu ook die haargroei voor me. Volgens mij is dat niet het geval. Maar als jij weet wat wel het geval is, laat het even weten via 0800-1121. John Farnham dan nu op Radio 1. You're The Voice. Gerard. Oh, wacht even. Oh, even de... Even het paard. Ik wil mijn wortel wegleggen. Ja, maar je, zie je, je ging net het paard een wortel geven, of niet? Ja. Ja, moet ook gebeuren. Wat kan ik voor je doen, of jij voor mij, Gerard? Zoals je weet vind ik, reis ik door het land en ik vind het altijd heel leuk om toch een beetje authentieke mensen te ontmoeten van... De echte van de streek waar je bent. En vanmiddag was ik aan de Oosterschelde. En daar kwam een mannetje, een oud mannetje. En ik dacht, ja, dat is er een. En we raakten aan de praten. En jawel hoor, dat was echt een ervaren, echt een Zeeuws mannetje. En die wist gewoon van vroeger zoveel te vertellen over de Oosterschelde. En over de vissen die er zaten. En over de zwaluw die weer terug waren. En op een gegeven moment kregen we het over... De kreeften, hij zei, ja, er zit nog wel veel kreeften. De rest is allemaal veel minder geworden. Ik zeg, ja, die kreeften. Maar hoe vang je die kreeften dan? Hoe werden die vroeger gevangen? Hij zei, nou, dat is heel speciaal. Op een gegeven moment hadden wij een wekker. En dat deden we met een stok. Ik dacht met licht of zo. En daar vingen we eigenlijk alleen maar grote kreeften. Oké, dus wij andere dingen praten. Op een gegeven moment ging ik weg. En nou, vannacht dacht ik, ja, hoe kan dat nou? Dat er eigenlijk alleen maar grote kreeften gevangen werden door die wekker. Dus mijn vraag aan jullie luisteraars is... weet iemand hoe het komt hoe dat dus met die wekker alleen maar grote kreeften konden vangen? Ja, ik zit erover na te denken. Ik heb ook geen flauw idee. Grote kreeften. Ik noteer hem, Gerard. Ja. Bedankt weer. Jo, graag gedaan. Jo, goeienacht. Goed aan de paarden. Doei. 0800-1121 als je Gerard van een antwoord kunt voorzien. Gerda. Ja, dat ben ik. Oh, vertel Gerda. Ik heb een antwoord op die vlaggetjesvraag. Oh, mooi. Het viaduct, ik woon in Leeuwarden. Echt waar? Dus hetzelfde viaduct hebben we het nu gewoon ook over? Ja, ja. Ik kom er geregeld voorbij. Ik weet wat ze bedoelt. Het staat vol vlaggetjes omdat oeverzwaluwen zo dol zijn op zulke zandophopingen. Oh. En daar heel graag in gaan nestelen. Oh. Op het ogenblik zijn ze natuurlijk in de moed om te nestelen. Ja. Daarom hebben ze al die vlaggetjes erin gezet om te voorkomen dat ze dat gaan doen. Oh, weet je. Dus het is niet de bedoeling op een duur dat er gierzwaluwen komen wonen. Nee, dat ze straks dat viaduct verder willen bouwen en dat dat niet kan omdat er een beschermde oeverzwaluw in zit. Zo zit het. Met een nestje met kleine zwaluwtjes. En dan mogen ze weer niet verder gaan werken. Wordt het nooit zomer, nee. Zulke soort overwegingen liggen daaraan ten grondslag. Ik vind het eigenlijk ook wel leuk. Ja, het heeft ook wel iets. Er is hier nogal veel ruimte voor oeverzwaluwen, hoor, zo hier en daar. Dus ik denk niet dat ze er erg aan tekort komen. Maar wat zijn het voor vlaggetjes dan? Want ik weet wel dat ze bijvoorbeeld langs de snelweg... zetten ze van die stokjes met een stukje zilverpapier eraan... om de hertjes weg te jagen. Ja, precies. Nou, eigenlijk is het hetzelfde. Alleen dit zijn rood-witte vlaggetjes. Ja, dus de zwaluwen zijn blijkbaar erg bang van rood-witte vlaggetjes. Ik denk het. Ja. Ik denk het. En het wappert zo verschrikkelijk. Ja, dat zal dus het zijn. Dat houdt ze sowieso al weg. Ja. Hey, geweldig Gerda. Fijn dat je ook even belde. Ja, nou, graag gedaan. Ik vind hem af. Het een verschrikkelijk leuk programma. Oh, gelukkig. Nou, ik dank je hartelijk. Ook namens Els. Ja hoor, graag gedaan. Goeienacht. Nog een goede uitzending. Hetzelfde. Doei. 0800-1121. Koen. Hoi. Hallo. Ik hoorde dat een vrouw die had een vraag over spelnoot. Ja, klopt.
Nou, ik ben zelf bakker. Ja. Ik weet wel hoe speld in elkaar zit. Nou, vertel Koen. Ben je nu al aan het bakken? Nee, ik ben net klaar. Ik ben net klaar. Oh, jij bakt voordat je gaat slapen? Ja. Ja, oh. Ja, ik bak voordat ik ga slapen. Oh, wauw. Ja. En je, heb je ook speldbrood gebakken? Ja, dat heb ik vannacht ook gedaan. Wat zeg je? Ja, dat heb ik ook gedaan. Ik heb vannacht ook speldbrood gemaakt. Oké, okay, en wat zit erin? Nou, speldbrood, dat is eigenlijk een graan. Meer is het niet. Alleen in Nederland heeft het geen, hoe heet dat nou? Geen zeggen, daar krijgen we problemen mee. Oh, sorry. Oh, ja, dat is waar. Nee, in Nederland mag je zelf bepalen hoeveelheid speld je erin doet. Bij de ene bakken doe je 50% bloem en 50% speldmeel. Hm. En dan mogen ze het nog verkopen als speld. Maar het echte speldbrood is 100%. En dat is meestal heel laag en een hele grove structuur heeft dat. Oké. Okay. Maar we eten opeens, het is een beetje hip hè, om speldbrood te eten, want er zitten minder gluten in dan, denk ik, of weet ik veel, koolhydraten? Ja, dat klopt. Er zitten minder eiwitten in. Eiwitten zijn gluten. Oké, dus er zitten minder gluten in en we zijn opeens heel bang dat gluten slecht voor ons zijn. Dus, maar waarom maakten jullie vroeger niet meer speldbrood? Toen kocht niemand het zeker. Kijk, ik ben pas 28, dus... Je hebt altijd al speldbrood gebakken. Ja, sinds dat ik in de bakkerij werk, maak ik speldbrood. Oh, oké. Okay. Nou, ja. Maar dat is eigenlijk pas 10 jaar. Ja, dat snap ik. Maar ik vind het gewoon onzin. Speldbrood überhaupt? Ja. Maar waarom? Want waarom zou je het... Ik bedoel, wat maakt het uit? Je maakt roggebrood, speldbrood en volkorenbrood. Dat is, maakt gewoon van alles wat, toch? Ja. Kijk, als je echt een glutenallergie hebt, ja, dan moet je geen gluten eten. Nee. Maar als je echt een gezonde boterham wil, mm-hmm, eet dan lekker gewoon volkoren. Oké. Okay. Staat genoteerd. Dankjewel, Koen. Oké. Okay, fijne uitzending nog. Oké, okay, jij ook. Dankjewel. Doei. Ik hoop dat hij dat speldbrood wat hij gebakken heeft nog wel verkoopt dan. Maar dat zal vast wel. Heino, goeienacht. Goeienacht. Schrijf je lekker vanavond, of niet? Ja, op zich wel. Jij dan? Ja. Ik zal hem even helpen, weet je. Want ik heb de kloppen die erbij gepakt. Oh, en wat staat erin? Waarom is speld zo gezond? Het eerste opvallende verschil tussen speld en normale granen is dat een speldplantje veel sterker is dan normale graan. Oh. Speld groeit op arme grond, is veel beter bestand tegen insectenplagen. Bij de teelt van speld zijn minder pesticide en kunstmest nodig. Oh. Zoals dat bij granen wel het geval is. Daarbij is een speldkorrel erg hard en beschermd en een speldmeel beter tegen vervuiling. Dus het is gewoon voor de natuur stukken beter. En ik vraag me af waarom we nog tarwebrood eten. Of roggebrood. Ja, misschien zijn we verwend, ik weet het niet. Maar, en om op die mevrouw in te gaan van haar maagdenhuis. Ja. Ik had ook op jou op Twitter gezet. Maar ja. Je bent wettelijk verplicht om je te legitimeren. En als jij je niet legitimeert of niet kunt legitimeren, dan word je als niet-Nederlander beschouwd. Ja. Ja, maar waar heb je... Dat wil Ellie... Of nee, Ellie, sorry. Lisbeth graag weten. Waarom... Ja, dan ben je vreemdeling. Want dan ben je niet Nederlander. Dan kun je Nederlander zijn, maar je kunt je niet legitimeren. En je geeft je naam niet. Dus dan ben je gewoon een niet-Nederlander. Want dan zou je in principe nog in het ergste geval het land uitgezet kunnen worden. Al ben je op gewoon wettelijke Nederlander. Ja, dat zou toch ook wel wat zijn. Nee, maar Lisbeth wil ook graag weten waar je dat hebt gehoord, dit verhaal. Want ze dacht dat er geen rugbaarheid aangegeven werd. Ja, weet je, dat is actie-reactie is het, hè. Weet je, de politie die werkt volledig mee tot de rechter een uitspraak doet. En als jij dan als demonstrant, zeg maar, ook niet mee wil werken, dan gaan zij hetzelfde doen met wat hun doen. En dat is eigenlijk een beetje wat zij nou doen, zeg maar. Ja. Want ze hebben tenslotte het maagdenhuis moeten ontruimen. Want ik heb het ook gevallen via de media. Mm-hmm. En er zijn ook mensen vrijwillig zelf gegaan. En zij doen in principe hetzelfde
wat de demonstranten doen, die blijven zitten. Zo ken ik ook het verhaal bijvoorbeeld van iemand die Duitsland niet in mocht. En die dat toch gedaan heeft. En die werd uiteindelijk bij de Poolse grens vastgezet. Er zijn regels. Ja, dat is mooi, regels en regels. Nee, maar Lisbeth die vroeg zich af waar in de media er aandacht aan dit feit besteed werd. Dus vandaar dat ik het vroeg. Ja, maar dan moet je me dat iets beter uitleggen. Gewoon. Nou, hoorde jij ergens iemand vertellen dat die studenten in het Maagdenhuis weigerden hun naam te geven bij de politie? Dat zal best zo zijn. Zo werken met demonstranten. Dat is om strafblad te voorkomen, denk ik. Zou je denken? Nou ja, dat wilde zij graag weten. Maar ja, je hebt twee antwoorden gegeven, Heino. Dank je wel. Ja, niks te danken. En goeienacht nog. Ja, zelfde. Oké, doeg. Hoi. Pieter. Ja, goedemorgen Astrid. Goedemorgen Pieter. Ik vraag me even af, als je nou in de supermarkt komt, staan er allemaal verschillende potjes honing. Oh. Dus als je nou, je hebt gewone honing, en dan heb je, laten we zeggen, lindenhoning, en allemaal verschillende soorten. Hoe weet nou een bij dat hij precies die lindenhoning moet hebben? En die imker, dat lindenhoning is of gewone honing? Het is toch niet zo dat je bijen laat vliegen in een, bijvoorbeeld in een kas waar enkel klaverplantjes staan. Dat je enkel klaverhoning kan binnenhalen. Dus ik denk dat er stiekem in de lindenhoning zal best af en toe een verdwaald druppeltje klaverhoning zitten. Ja, maar dat bedoel ik. En ze vliegen toch in de vrije natuur. En ze oogsten overal uit verschillende bloemen, oogsten ze dus honing weg. En dus ik begrijp niet hoe ze dus aan die naam komen van zuivere lindenhoning of zuivere klaverhoning. Zuiver ook nog eens een keer, ja. Ja, dat is gek, hè? Ja. Dus ik misschien weet iemand daar wel een antwoord op. Die vroeg mij zo af, hoe kan dat nou? Ja. Want een bij blijft niet, je kan niet, of zullen ze die bijen dresseren of zo. Enkel de klavertjes. Nee, maar je kunt natuurlijk wel, als je een bijenkorf ergens bijvoorbeeld hebt staan, gewoon ja, alleen maar klavers in de buurt zetten. Ik bedoel, de doorsnee bij zal toch ook niet denken, hey, 800 klaverbloemetjes, maar laat ik nog even doorvliegen naar de berkenbloesem. Ja, maar dat bedoel ik. Dus dat, dan, kijk, ja. Maar je zal niet bijvoorbeeld 10 hectare enkel klaver hebben staan of zo, snap je? Ja. Dus ik begrijp niet dat ze dus aan die verschillende soorten komen. Nee, ik begrijp je vraag. Ik ben benieuwd of iemand daar een antwoord op kan geven. Het zit ook niet gek nadat ik dat zo zeg. Ja, nu je dat zo zegt. Nou ja, sowieso gaat er een wereld voor mij open dat er überhaupt klaverhoning bestaat. Ja, dat bestaat. En lindenhoning ook. Ja, nou ja, dat wist ik allemaal niet. Dus, ik ken, trouwens, wij eten sinds kort uit vreselijk veel honing. Oh, wat voor honing? Wij eten dus gewoon de bloemhoning. Gewone bloemenhoning. Weet je zeker dat er geen klaver in zit? Ja, nou, dat bedoel ik. Want er staan potjes daarnaast en er staat klaverhoning op. Ja, ja. Het is bij de ziekte van mijn vrouw smaakt gewoon een zoet, laten we zeggen, hagelslag of zo, smaakt niet meer. En wegens de chemo. En dat smaakt dan weer wel. Honing wel? Snap je? Ja, dat is juist het gekke ervan. Oh? Dus bepaalde producten met een, als je een chemokuur hebt, bepaalde producten smaken niet meer. Oh, en zelfs met antibiotica. Yeah. Je kan iets eten en dan lijkt het wel dat je mond afbrandt, dat het ineens heel erg peperig is. Oh. Nou. Dus dat gekke dingen maken we op het ogenblik mee. En de honing smaakt voor haar verschrikkelijk lekker. Dus vandaar dat ik honing koop en dan kom je in de supermarkt en dan zie je allemaal verschillende soorten potjes honing staan. En denk bij mij, nou die bij wordt er niet gedresseerd speciaal om enkel op die klaver. Ik denk het wel. Of enkel op die linden. Ik denk het wel dat ze dat gewoon op de bijenuniversiteit leren. Maar ja, wie ben ik? Ik zeg 0800-1121 en ik ga op zoek naar een antwoord, Pieter. Heel veel sterkte in ieder geval daar. En mocht je het weten, 0800-1121. Nachtzuster, een programma van Max.
Jos? Ja, goedemorgen. Hallo, zeg het eens. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Jos. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een stukje gehoord over die mevrouw uit Leeuwarden. Met haar enorme bulte zand waar zij een beetje mee in de maag zat. Nou, het waren meer de vlaggetjes hè, waar ze mee in de maag zat. Ja, nou, ja. Dat is... omdat ik ben lid van de dierenbescherming. Ja. Dat is ter voorkoming dat er vogels gaan nestelen. Ja, die zwaluwen? Ja. Maar die zwaluwen zijn er toch nog helemaal niet? Wat zegt u? Er zijn toch nog geen zwaluwen? Die komen toch pas in de zomer? Oh, de gierzwaluwen, die lopen voor. Ja. Maar ik bedoel van, dat is ter voorkoming van. Want zodra als daar vogels in gaan nestelen, dan mogen zij die zandbulten niet meer verwijderen. Nee, dat begrijp ik. Dus het is een voorzorgsmaatregel. Ja, dus ze staan er vast in voor het geval de gierzwaluw zich straks meldt. En andere vogels. Andere überhaupt ook. Maar alle dieren in Nederland zijn beschermd. Alle dieren? Ja. En niet de huistuin en keukenspin? Zo ver gaan we niet. Nee, dat geldt ook niet als dier. Nee, maar de vogeltjes en vooral de zwaluwen en dergelijke... die mag je niet zomaar met nestje en al in een viaduct. Als er dus woningen op een nominatie staat om gesloopt te worden... Ja. Dan wordt er eerst gecontroleerd of er ook vogeltjes nog zijn die nestelen. Ja, als dat of een korenwolf. Uitgesteld. Ja. Nee, ja, ik begrijp het. Duidelijk, ik heb de viaductvlaggetjes afgevinkt. Dat is voor mij de enige remedie. Ja, hartstikke goed. Dankjewel, Jos. Oké, fijne nacht nog. Hetzelfde. Doeg. Tineke. Hallo. Hallo. Daar ben ik, hè? Dat weet je zelf het beste. Ja. Dat kan ik niet controleren. Ja, dat kunnen meer Tineke zijn, hoor. Dat ook, ja. Dus het ging over de baard en de keel. Ja. En daar weet ik best een beetje van. Mm. Ten eerste heb ik dat zelf ondervonden. Dan zal iedereen zeggen, baard in de keel. Ja. Ja, nou ja, goed. Ik ging naar de middelbare school. En op de basisschool, wat de lagere school was vroeger... dan mocht ik altijd zingen, ook solo. En dan werd het opgenomen en zo. Mm-hmm. En in de brugklas ging mijn stem veranderen. En toen kon ik niet meer mooi zingen. En dat is gewoon als je borsten begint te groeien en de rest van... Hè, dus als je een vruchtbaar mens wordt, man of vrouw... dan gaat ook je stem veranderen. En de periode dat je stem verandert... dan zeggen ze letterlijk van... ja, er groeit iets. Dat is in je lijf. Maar omdat het meest opvallend is in je keel... ja, zeggen ze van dat is baard in de keel. En die baard verhindert jou om mooi te zingen. Ja. Dus vraag mij door, want misschien heb ik het niet goed uitgelegd. Nee, nou ja, volgens mij... Dus gewoon een hormonale verandering. Waarom dan jij echt verpletterd wordt en echt geen geluid meer kunt krijgen? Of zo'n stem. Of zo'n stem. Of zo, weet je. Nou, vreselijk. Niet leuk. Ja. Nou ja, nu wel, maar normaal niet. Nee, ja. Dat begrijp ik. Ja. Nee, en het is vooral bij jongens natuurlijk, omdat die heel hoog, ja. Heel laag. En sommige mensen kunnen daarmee toveren. Die kunnen dus als man van 60 nog heel hoog zingen met kopstem. En anderen kunnen dat niet meer. Die worden echt bas of bariton. En bij vrouwen ontwikkelt zich dat ook. Je krijgt echt je stembanden gaan groeien onder invloed van je hormonen. En dan word je... sopraan of alt of mezzo. Ik ben mezzo, dus ik kan heel hoog en laag. Oh. Maar heeft het niet gewoon ook te maken met dat jongens rond die leeftijd ook de baard op de kin krijgen? En dat het, ja, natuurlijk. Dat het eigenlijk gewoon een uitdrukking borsten. Is. Sorry dat ik je in de reden val. Ja, nee, ja, maar die borsten hebben er natuurlijk niks mee te maken. Nee, nou ja, voor die tijd ben je een kind. Ja, ja, ja. Ongeveer rond je 10e, 12e, hoe vroeg dat jij dat krijgt, dan word je ineens een volwassen mens, man of vrouw. En dan gaat alles in je lijf veranderen en dan ga je puberen enzovoort. En dat heeft er ook mee te maken, want je hersenen hebben daar ook last van.
Dus dan gaat je stem ook veranderen. Ja, en dat heeft tijd nodig voordat je dan een uitgesproken stem krijgt, voordat je borsten vorm krijgt, voordat je kunt zien of je weinig of veel baardgroei krijgt of brede schouders. Of, ja, maar ik begrijp ook wel goed de vraag van Ellie, ja. Omdat het is ja. Zo beeldend, de baard in de keel. Ja, klopt. En je krijgt natuurlijk niet letterlijk een baard in je keel. Nee. En in het Duitse heet het, wat is het, stembreuk, stimbroeg, stembroeg? Ja, dat heet in het Nederlands ook stembreuk. Stimbreuk, alleen ja. Als ik nu voor jou een toonladder ga zingen op de radio, ga ja. Ik niet doen hoor. Oh, jawel hoor. Maar dan hoor je een punt ja. En dan gaat mijn stem anders klinken. En dan ga ik ook over van het ene soort register, dus bij een orgel waar je een knopje uittrekt, naar een ander register waar mijn stem anders gaat klinken. Maar stembreuk in tieneropzicht, laat ik maar zeggen, dat is inderdaad dat je stem eerst een kinderstem was en daarna een stem van een volwassen mens. Maar doe eens dat register gebeuren. Oh, sorry, er hoort nu meteen iemand tuut. Ja, er hangt nu iemand onmiddellijk op. Ja. Die denkt, zo is het genoeg. Ja. Nou, dat is dus één vraag beantwoord. Ik heb dat was een lijmbreuk. Antwoord ja. Voor jou. Ja. Als je tenminste uitgepraat bent over de stembreuk. Ja, nee, ik dank je hartelijk. Ik hoorde hem. Alsjeblieft. Ja. Nou, en dat was over de honing. Ja. Ik ben namelijk ook bij je dressuur. Ook als ze te dicht bij de klavertjes komen, dan doe je... No. Dan gaan ze de andere kant op. Nee, bij je dressuur, ik geloof je. Ja. Wij hebben al 40 jaar bijen in huis. Ja. In een huis? Tuin, oh, ja. In een kast. Ja, erbij. Ja. Ja. En die bijen, die kunnen dansen. Die kunnen namelijk een beetje kwispelen met hun achterlijf. En die kunnen ook nog rondjes lopen als ze in de kast zijn. En daarmee zeggen ze tegen andere bijen... Hé, hey, joh! Snarky poppy, daar moet je heen. Yes, jullie. Ja, ik ging heel... Tot het kwispelen was ik volledig met je eens... Maar ik denk nou, dat... Snarky Puppy is ook heel leuk. Ja, maar een bij gaat niet naar Snarky Puppy. Nee, een bij nee. Gaat naar een bloem. Dat lijkt me sowieso. En dan zegt hij bij... Hey, het ruikt hier heerlijk naar nectar en honing. Nectar is waar ze later honing van maken. En stuifmeel, dat hebben ze nodig. Net zoals heel veel mensen vlees eten. Dus voor de eiwitten. En verder hebben ze water nodig. Dus daar vliegen ze de kast voor uit. Nou, ik heb 2 linden achter mijn huis. En voor mijn huis 3. Maar die zijn geknot. Daar komen geen bloemen op. Maar die 2 linden achter mijn huis. Die bloeien als het eind juni, begin juli is. Hangt af van het weer. En als ik dan onder die linden sta, dan hoor ik dat. Ja. En dan vliegen die bijen op de linden. En niet alleen de bijen, maar ook de hommels en de zweefvliegen. En allerlei andere beesten die ook lekker kunnen prikken. Of niet. En die halen daar allemaal honing vandaan. En omdat ze dan tegen elkaar zeggen... wij vinden lindenhoning... Wij willen lindenhoning. Hé hey jongens... Kom op, de lindenhoning. Het is net als de Facebook in Haren. Hé, hey, ik geef een feest op Facebook. Ja. Project Zo B. Zo gaan zij dansen. Zo gaan zij dansen en kwispelen. En dan weet iedere bij... Oh, hier moet ik naartoe. En dan gaan ze dus allemaal naar ongeveer dezelfde planten. Er zijn altijd een paar die dat niet doen. En zodra je met een meetinstrumentje kunt... zien dat 80% van de honing van de bijen van de linden komt, dan weet je, dan noem je het lindenhoning, mag je het lindenhoning noemen. Ja, het is natuurlijk ook de tijd, zeg maar, van het jaar dat ze veel... Ja, want ik heb een jaar gehad, toen vroor het heel lang, tot in april. En toen kwam ik bij de buurman, die hovenier is, ik woon ergens in Drenthe. En toen ging ik winterheide kopen.
En toen zei mijn buurvrouw, die zei, ja joh, maar dat hoeft niet. Want als ik die winterhoning, die winterheide pak, sorry. Als ik die winterheide pak, dan komen er allemaal bijen uit. Dus ze vliegen hier al lang op de heidehoning. In de winter, snap je? Ja. En dan het volgende wat bloeit, als het dan niet te hard waait, dat zijn de uiterwaarden. Dus de volgende honing is uiterwaarden, fruit, peer, eerst peer, dan appel en kers. En dan vervolgens gaat die klaver, geloof ik, bloeien. Ik weet het even niet meer uit mijn hoofd, hoor. Nou ja, en dan klaver. Dus als je voldoende klaver in de buurt hebt. Nou, als je dat niet hebt. Ik heb heel lang in een dorp in Zuid-Holland gewoond. En dan gingen die bijen gigantisch veel honing ophalen uit de tuinen. Want er waren heel veel verschillende planten. En dan krijg je dus wat jullie beller noemde heidehoning. Ja. Zeg het verkeerd. Bloemenhoning. Ja. Van heel veel verschillende bloemen. Want dan zeggen ze, staat er lekkere dit plant of staat er lekkere dat plant. Ze zijn nog wel spraakzaam, die bijen bij jou. Ja. Nee, ze doen alleen maar. Ja, nee, dat is waar. Nee, ja, maar dat verstaan ze. Die bijen. Nee, hebben dat afgeleerd. Ja, nee, ja. Maar ik heb een beetje een beeld. Ik denk dat Pieter dat nog ook heeft. Eén antwoordje, klein antwoordje. Oh, nee, je moet mij niks over bijen vragen, dan blijf ik een uur doorpraten. Jo. Dus bel me een keer speciaal. Eén antwoordje over die bezetting. Ja. Dat is gewoon op Radio 1 geweest. Geen dat denk ik ook, maar ja. 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 Hey, bedankt. Absoluut. Trusten. Hou ze erbij. Oké. Doeg. Dag. Jeffrey. Hey, goedemorgen, Astrid, Jeffrey uit Amsterdam. Hi, Jeffrey. Ik had twee antwoorden en één aanvulling. Ja. Ik had een antwoord op de vreemdelingendetentie. Mm-hmm. De politie mag alleen vragen naar identiteit als je verdacht wordt van een strafbaar feit. Oh. Maar dat staat in de wet. Maar het viel vaak wel door bij controles. Ook al heb je geen zelf een feit gepleegd. Vraag toch vaak om je identiteit. En dan moet je toch wel aan Jeffrey, je moet even blijven articuleren. Anders kan ik je niet zo goed verstaan. Oh, sorry. Ja. Ik wil zeggen, de politie mag je alleen vragen om je paspoort of je identiteit. Ja. Als je officieel verdacht wordt van een strafbaar feit. Ja. Ja, dat is wel vreemd dat dus toch schijnt te gebeuren nu. Maar ik heb de politie maakt ook misbruik van. Bijvoorbeeld als je gecontroleerd wordt op zaterdag in Amsterdam. Mm. Moet je heel vaak je paspoort laten zien terwijl je eigenlijk niks hebt gedaan. Mm. Dus eigenlijk is de politie niet maakt een beetje gebruik. En van ook een misbruik van. Maar ik heb die mensen die in vreemdelingententies zijn. Hoeven niet bang te zijn dat ze uitgezet worden. Want je mag een persoon niet het land uitzetten. Want ieder persoon moet toch tot een staat behoren. Dus dat zou een probleem zijn. Ja, dat verhaal herinner ik me. Ja. En de vraag over die kijkcijfers, dat wil zeggen iedereen die zo'n kastje heeft van de NOS. Ja. Als dus die daarin staan de zenders geborgen met de landelijke, publieke en commerciële zenders. Als je over een half uur kijkt op één zender, telt het mee voor kijkcijferregistratie. Maar als je voortijdig gaat zappen, dan telt het niet mee. Oké. Dus nee, dus echt snel zappen wordt niet geregistreerd. Er wordt niet bijgehouden. Nee. En ik had nog een aanvulling op die vraag van die vlaggetjes. Mm. Die vlaggetjes doen ze, bijvoorbeeld als het waait, dan is het geluid van die vlaggetjes net als het geklap van een roofvogel. Dus als volgt. Als die vogels dat geluid horen, dan schrikken ze ervan, dan denken ze dat er een roofvogel in de buurt is. Oh, dus het is niet eens het gewappen van de vlaggetjes, maar meer het geluid dat ze maken. Ja, als het waait, dan hebben ze het geluid net of een vogel vliegt. Dan denk je die vogels in dat viaductje dat er een roofvogel op til is, dan verdwijnen ze meteen. Ja, wegwezen. Ja, daarom. Ja. Dat was het. Dankjewel, Jeffrey. Geen dank, succes met uitzending. Goeienacht. Hoi. Goeienacht. Dag. Bas. Goedendag, Astrid. Hi. Hoi, ik heb een vraag over een kledingstuk. Ja. Is het mogelijk om een polo te laten innemen? Waarom? Omdat ik heb twee hele mooie polo's gekregen. Alleen die zijn mij een beetje te groot. Vier stokken en kamperen. Ja, dus het moet ook flink ingenomen worden. Het is niet zo, en ik heb eigenlijk FS. Ja, dus het is niet eens de lengte, maar ook de breedte. Het is meer de breedte, ja. Er kunnen twee
Maar, als je bijna twee polo's uit één polo kunt halen, dan kun je toch beter, denk ik, gewoon nieuwe polo's kopen. Ja, maar deze komen helemaal uit Australië. Dus zijn het Australische polo's, ja? Ja, eentje van een eentje van het Australisch cricketteam. Oh. Het officiële, shirt. Ja. Met hele mooie bierreclame erop. Oh. Ja. En een tweede ook een heel mooie polo met ook bierreclame erop. En dan heb ik ook nog 3 t-shirts gekregen met bierreclame erop. Oh, nee, je hebt in ieder geval genoeg bierreclame. Ja, omdat ik helemaal niet meer drink. Goed. Maar ik laat dat even aan me voorbij gaan. Maar ik denk even, als je die polo zeg maar voor je neerlegt. Ja. En stel nu dat je hem in zou laten nemen aan de zijkanten. Ja. Staat er dan niet opeens Budweiser in plaats van Budweiser? Nee, dat moet eigenlijk net kunnen. Oh, het kan net. Je kunt net op de reclame heen. Ja. Ja, nou ja, dan... Alleen, nee, ja. Ja. Maar ik weet niet, mijn vraag is dat mogelijk bij een keer maken? En ja, anders dan koop ik 2 mooie lijsten en dan hang ze aan de muur. Ach, ja, nee, maar dat moet toch kunnen? Ik bedoel, als jij met een stuk stof naar de kleermaker gaat, kan hij een polo van maken. Dus als jij met een grote polo komt... Kijk, ja. Ja. Ja, het lijkt mij haalbaar. Ze zijn zo mooi en ik ben zo blij met ze. Nee, dat begrijp ik. Nou, ik zou het gewoon proberen. Ja, volgens mij moet dat lukken. Maar goed, misschien dat iemand anders daar nog eventjes op terug kan komen. Want als ik jou nou voor niks naar de kleermaker stuur, dat is ook zo vervelend. Dus kun je een polo innemen? 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Bas. Oké, hartstikke bedankt. Doei. Goeienacht, hoi. Bert. Ja, hoi. Hoi. Ja. Hallo. Zeg het maar. Ik had een antwoord op de vraag over het water. Vertel. En de snelweg bijvoorbeeld. Ja, vertel. Ik denk dat water bijvoorbeeld, als je kijkt waar mensen vandaan komen. Dan kom je uit de vrouw en de baarmoeder en daar zit je in het water eigenlijk. Ja, maar dat stroomt over het algemeen niet, hè? Nee, maar dat maakt wel geluid. Nee, het klotst misschien wel een beetje. Klank. Maar een heel een klein beetje. Ja. Nou, ik weet het niet, een heel klein beetje, dat weet ik niet. Ik heb 2 kinderen en ik weet wel dat wij... Toen mijn kinderen heel klein waren, hadden wij cassettebandjes. Ja. Dat, met geluid erop van water. En dan draaide je dat bandje en dan... Dat was een soort van rustgevende gebeurtenis of zo. Dat draaiden we dan. Dat was wel prettig of zo. Ik kon me dat ook wel heel goed voorstellen. Daarom geef ik ook dit een beetje het antwoord. Omdat ik me dat een beetje zo herinner van mezelf. Ja. Dat het dan fijn was of zo. Water is dan fijn of zoiets. Ja. Ik denk dat het dan ooit ergens vandaan komt. Wat ergens in je oren zit of zo, van je hoofd. En ik kan me heel goed voorstellen dat het verkeer is natuurlijk ergens iets fout of zo. Nou ja, fout. Ja, dat is natuurlijk wel gevaar. Of in ieder geval wel de noodzaak om alert te zijn. Ja, water kan natuurlijk ook een noodzaak zijn om alert te zijn. Maar... Ja, ja, ook. Ja. Ja, in ieder geval niet iets natuurlijks of zo. Of niet zo heel... Dat is een beetje wat nieuws of zo is, denk ik. Ja. Van tegenwoordig. En water is al natuurlijk al eeuwen oud. Ik dacht eerst van inderdaad... Ik denk altijd bij dit soort dingen denk ik aan vroeger... dat we nog in de grotten leefden en jij een mammoet ging vangen... en ik besjes verzamelen. Maar en dan was het natuurlijk... als wij ergens dan weer een nieuwe grot hadden gevonden... dan werden we alleen maar blij van stromend water in de buurt. Want dat betekent dat we weer
baten hadden om de mammoet in te koken, zeg maar. Ja, het is hoop. En glorie. Maar het is natuurlijk ook, het is ook gevaarlijk. Er zullen best wel kindertjes uit de grot gelopen zijn, hoppakee, zo het stromende beekje in. Ja, ja. Dus, nou, dus, ik woon in een buurt waar twee rivieren stromen, heel kort bij elkaar. Ja. En toen mijn kinderen klein waren, toen was mijn dochtertje, die was, dat was het eerste kindje van ons en dat wisten we allemaal niet zo goed. En die was gewoon de buurt ingekropen, gewoon echt. Die over de straat heen met de luier aan. Ja, want die had de herinneringen aan dat gezellige cassettebandje. Die dacht, hé, ik hoor het cassettebandje van papa. Ja, ik ga daar naartoe. Ja, die werd aangetrokken door de water. Ja, daar moet je wel even bewust van zijn. Bij zo'n cassettebandje. Maar, maar binnen no time was het hele dorp was in rep en roer omdat een kindje ons kindje was weg. Dus iedereen had ook, dat inderdaad wat je zegt, gewoon ook die angsten voor het water. Yeah. Dat was daar ook heel erg, iedereen die keek, die ging gelijk uitkijken van waar is het kindje. Ja, een goede plek hoor, om als eerste te checken. En waar zat ze? Waar zat ze uiteindelijk? Nou, er was een oud mevrouwtje, die had ik eigenlijk nog nooit gezien. En daar was ze dan in het grindpad gaan zitten en zat ze met de steentjes te spelen. Dus, die hadden we haar gevonden. En die mevrouw die had een huisje van peperkoek? Zegt. Ja. Nee, dat is een ander sprookje. Hey, bedankt voor de uitleg. Ik neem hem nog even mee voor het geval iemand nog een aanvulling heeft. Maar ik dank je hartelijk, Bert. Yes, oké. Hoi, goeienacht nog. Doeg. Mark. Goeienacht. Hallo. Ik had nog een vraag over die... Goeiedag. Ja. Ik had nog een vraag over geslachtsverandering bij jongens en meisjes. Waarom dat steeds vroeger gaat. Oh ja. Het kunnen zijn dat je over 50 jaar, want dat is gewoon grappig natuurlijk, dat je dan een kind van 6 hebt die er al mee begint. En dat is helemaal niet grappig. Nou, over 50 jaar, als het de natuur is, dan denk je, dan hoort het schijnbaar zo. Maar het is echt al opgeschoven volgens mij in 15 jaar tijd of zo, of in 20 jaar tijd. Ja. Want vroeger gebeurde het volgens mij rond je 15 en 14 en nu, sommige kinderen al met 11 of wat dan ook. Ja. En ik heb net nog even gekeken, over het algemeen veranderen vrouwen niet van de stem, want dat kon ik wel snel even vinden bij die bekende zoekmachine, want ik vond het een apart verhaal. Tieneke wel, ja. Ja, precies. Tieneke wel, ja. Ja, maar je wordt ook serieuzer genomen als je met de lagere stem praat, zeggen ze altijd. Ja, maar dat doe ik ook. Want toen ik ooit begon bij de radio te praten, ik ook nog geregeld. Doe ik het wel even. Het is naar om naar te luisteren als je niet... Nee, maar je bent al jaren heel prettig om naar te luisteren zolang je kent. Dankjewel. En dat is geen... dat is wel gemeend, want ik luister al heel lang naar de nachtradio. Maar dat heeft ook te maken met dat als je omhoog gaat, dat je dat associeert met gevaar. Als er nu brand is, dan de brand! Dus jij was vroeger een sirene, begrijp ik. Verse vis! Wat was ik vroeger? Een sirene, begrijp ik. Ja, een beetje wel. Maar ik kom uit Zaanstad, daar schijnt het aan te liggen. Dus, wat zeg je? Nou, ik kom oorspronkelijk uit Zaanstad. En als ik bij mijn moeder eventjes boodschappen doe, dan denk ik ook, wat schreeuwen die mensen. Maar ik weet niet, dat is van nature. Spreken Zaankanters volgens mij gewoon heel hard. Okay. Ik denk omdat het een arbeidersgebied is. Dat vroeger iedereen bij fabrieken en zo werkte. Dat het gebruik is. Dus waar ik woon, daar kunnen ze ook behoorlijk hard praten. Dan denk je van, je staat toch naast elkaar. Ja. Verbaas me altijd een beetje. Waar is dat dan? Ja, Arnhem. Arnhem? Oh. Ja, dan kunnen ze soms ook wel... gaat het ook af en toe... Hard praten, zeg maar. Ja. Nou, goed, we dwalen af. We belden je ook weer over. Oh ja, nee, maar wat jij zegt, bijvoorbeeld ook dat kinderen dus steeds eerder in de puberteit komen, dat vind ik dus heel vreemd, want we worden als mensen steeds ouder. Nou, zo even, dan vraag ik aan jou, als je het niet erg vindt. Ik weet dat je best een hoop kinderen hebt, dus jij ook een grappig stuk of 4 of zo. Nou, 3, ik heb dat een beetje gevolgd. En dat jij kan het echt van dichtbij gewoon ook weten. Nee, want die zijn nog heel klein, dus dat is. Ik hou mijn hart vast. Nou ja, goed.
Maar sommigen die beginnen misschien al met de omschakeling. Of zijn ze allemaal nog heel jong? Nee, ze zijn echt nog te klein. Maar het is wel, het zal niet lang meer duren. Want het is inderdaad tegenwoordig steeds vroeger. En dat is, het lijkt mij vreemd. Want vroeger werden we gemiddeld, nou heel vroeg hoor, maar dan werden we gemiddeld 40. Dus dan snap ik dat je op je 13e word je geslachtsrijp. Zodat je in ieder geval je nog rustig kunt voortplanten. En het kind wat je krijgt nog kunt opvoeden. Maar nu, nu worden we gemiddeld al 80, geloof ik. Wat is het, 82 gemiddeld? Ja, gemiddeld iets van 80, 50. Ja. Dat is echt heel erg hoog. In principe zouden we nu eigenlijk pas rond ons 50ste, 60ste geslachtsrijp hoeven te worden. Want maar we hebben maar. Je snapt inderdaad het nut ook niet. Maar van een bioloog of zo die daar iets zinnigs over kan zeggen. Ja. En over die natuur en die snelweg. Ja. Kijk, dat verhaal van als kind, dat vind ik ook wel logisch. Maar het is ook gewoon natuurgeluid. Dat vinden mensen natuurlijk altijd wel prettig. Ja, dat is waar. Walvissen schijnen mensen ook heel fijn te vinden. Technisch. Ja. Sorry? Nou, geluiden van bijvoorbeeld walvissen of dolfijnen, daar schijnen mensen ook heel rustig van te worden. Ja, dat is gewoon de natuur. Dat zijn we gewoon een soort dieren, dat zeg ik altijd, met een lekkere beschaving eroverheen. Vogeltjes. Ja, vogeltjes. Gek is dat. Ja, dat zijn eigenlijk sommige vogeltjes wel, maar de meeste vogeltjes zijn niet irritant of zo. Terwijl die natuurlijk als mijn kat in de buurt is, dan zijn de meeste vogeltjes. Katten zijn soms wel irritant qua geluid. Nou, die van mij doet het niet zo vaak. Oh, gelukkig. Ik jou niet zoveel. Ik doe af en toe wel. Ik neem een medevraag, Mark. Dankjewel. Ik wou nog even reclame maken voor Radio 6. Dat is ook publieke omroep als je het niet erg vindt. Dus. Huh? Nee, maar dit was geen reclame. Dit was alleen maar zeggen dat je reclame wil maken voor Radio 6. Moet je ook reclame maken. Soulmuziek en jazz en zo. Dat mensen dat in ieder geval beseffen dat het bestaat. En dat heel veel mensen het niet eens weten. Nee. En of het nou echt niet anders kan, dat snap ik nog als weg zou moeten. Maar als er echt veel naar geluisterd zou worden, dan hoeft het misschien niet weg. Of kan het samengevoegd worden. Het nadeel is ook een beetje dat het niet in de ether te beluisteren is. Hè? Dus alleen digitaal of via de computer. En dat doen veel mensen gewoon nog niet. Ik moet eerlijk toegeven, je hebt bepaalde gewoontes en dan vergeet je het zelf ook wel eens. Dan denk ik, oh ja, dat is een mooie zender. Ja. En dan luister je weer een tijd naar. En nou ja, misschien kunnen mensen het een keer opzoeken zolang het nog kan. Morgenmiddag leuk programma tussen 4 en 7. Ja, ik zou het anders zien. Als ik niet zou weten dat het publiek omroep was, dan zou ik het niet zo zeggen. Nee, het mag wel een keertje, ja, Mark. Ja. Een beetje nestbevuiling mag wel tof. Oh, nest is juist geen nestbevuiling natuurlijk. Nee. Nou ja, dat is, laten we die discussie gewoon niet beginnen. Hey, dankjewel, Mark. Oké. Okay. Doei. Goeienacht. Dag. Martin. Hallo, ik ben Martin. Dag, Martin. Oh, ik had nog even wat over dat spelbrood. Ja. Want ik, 2 weken geleden was toevallig op Kunst die van Waarde over spelbrood. Oh ja. Wat het nou precies is. Ja. En wat ik ervan herinner is dat het gewoon een oergraan is, die ze vroeger gebruikten. Maar dat was een heel moeilijk proces om te maken, geloof ik. Want dat, hoe heet dat, een graandingetje of zo? Weet ik hoe het heet allemaal. Ja, ik weet het niet. Jij belt erover, hè? Ja, ze moeten die buitenkant moeten ze eraf halen. Ze moeten er binnenste van hebben. En dat is een heel moeilijk proces. En sinds pas is er een fabriek, dat is in Nederland die het wel kan. En dat is gewoon oude graan en meer niet. Okay. Alleen moeilijk om te maken. En nou kennen het tegenwoordig. Oh, nu kan het wel. Ja, en dat is alles. Oh. Het zijn granen die gewoon vroeger gebruikt werden. Nou, duidelijk. Dankjewel. Ja. Fijn dat je er eventjes voor belde, Martin. We hadden het niet willen missen. Ik heb nog een tip voor die shirtjes. Voor die wat? Even heet wassen. Voor die shirtjes in laten krimpen. Oh ja, die polo. Even heet wassen. Het was er in de droger, dat zei het. Ja, het is een goeie gewoon eventjes op 90 graden als je polo te groot is. Ik weet het niet of dat nou zo goed is. En dan is straks de bierreclame eraf. Krijg je dat? Ja, ja. Oké. Okay. Dat blijft niet. Het wordt ook kleiner natuurlijk. Alles wordt kleiner. Dus dat blijft mooi in een geheel. Ja, ik ben even aan het lossen. Dus vandaar dat ik zo bezig ben. Maar oh, oké. Okay. Je bent ondertussen aan het lossen. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nee, dankjewel. Oké, okay, dan ga ik weer verder luisteren. Oké, okay, doeg Martin. Okay, hoi. Adil. Ja, goedenavond. Goedemorgen. Goedenavond. Hoi Adil. Hoi. Zeg het eens. Ja, ik heb een antwoord op het water en het beekje. In tegenstelling tot snelwegen die niet tot last zijn voor het meisje. Mm.
Ja, mijn antwoord komt toch wel in de buurt van die meneer met dat schattig dochtertje dat kwijt was. Ja. Het ligt inderdaad in de natuur van de mens, denk ik. Althans, ik heb dat aan een proef onderworpen. Dat kan ik je zo nog toelichten. Ja. Nou, er is dus een effect in het onderbewuste van een mens. Dat wanneer als je een geluid zeg maar prettig ervaart op voorhand, dat je dan daar minder op reageert of niet reageert in je slaap. Dus dat meisje in haar hotel in Bergen had zich dus ingesteld op het idee dat zijpelend water iets romantisch is. En de snelweg niet. Ja. Dus dan reageert ze daar niet op in haar slaap. Oh, ja. Oké. Nou, maar je zegt dat... proef. Ja? Ja. Ja, nou, de proef is, bent u wel eens in een islamitisch land op vakantie geweest? Nee. Nooit naar Turkije of Tunesië? Nee. Nee. Nou, ik hoor van veel vrienden die dan niet moslim zijn, dat zij ongelooflijk last hebben van de gebedsoproep 's ochtends vroeg. Ja. 5 uur 's ochtends. Ja. 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 Terwijl ik als moslim daar totaal geen... dat hoor ik niet. Daar slaap ik doorheen. Ja. Terwijl iedereen wakker ligt. En ja. Dat is dus dat in mijn onderbewuste ervaar ik dat als iets prettigs. Mm. En een ander vindt het geschreeuwd vanaf een toren. Maar is het niet ook gewenning? Want ik bedoel, ik word inmiddels niet meer wakker van de kerkklokken in mijn woonplaats. Terwijl ik denk nooit, hé, lekker de kerkklokken. Maar het is meer dat ik ze al 17 jaar hoor. Ja, maar goed, ik ben geboren en getogen in Nederland. Dus, ja, oh nee, dan kan dat het niet zijn. Dan, ja. Nee. Precies. Oh, dat is en grappig, het is de associatie misschien, ja. Precies, en ik heb ook naast een kerk gewoond. Nou, en ik kon daar weer niet aan wennen. Nee. Oh, toch slechte associaties dan. Mm. Nee, maar nee, maar het is wel inderdaad dat op een of andere manier een stromend beekje, daar kun je bijna niet van denken, hè, wat irritant. Nee, 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 maar goed, ik bedoel een kat die... die wat geluid maakt, ja. hoef de ene keer jou niet de hele nacht wakker te houden. Ja. Maar ruziende katten buiten weer wel. Dus, ja. Krijzende katten wel. Het ligt niet aan welk geluid, maar aan hoe jij het ervaart meer. Ja, zou kunnen. Net zoals bij het gesnurk. Ik weet niet of je een partner heeft, maar als hij snurkt, dan heeft de ene er wel last van en de ander niet. Oh, dus er zijn mensen die oh. Maar je associeert snurken toch nooit dat je denkt, hé, gezellig? Nou, misschien ook wel. Nou, als het kan ook eigenlijk best. Ja. Erg gezellig. Er ligt iemand te snurken. Inderdaad. Ja. Nou, hey, dit zou dat zomaar kunnen het. Allemaal, Adil. Dank je wel. Oké, dank je wel. Fijne avond. Goeienacht. Hoi. Jan? Ja? Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een antwoord op het water. Ah, ja. Ja, behalve alle romantiek die gehoord is. Het heeft te maken met de hersenactiviteit van mensen. Hersenactiviteit is uit te leggen in golven. En een van de golven van hersenactiviteit zijn alfagolven. En alfagolven, dat is die hersenactiviteit wanneer mensen redelijk in rust zijn of helemaal in rust zijn. Mm-hmm. Nou zijn er een hele hoop geluiden in de natuur te vinden, zoals een riviertje. En dat sluit aan bij de alfagolven van de hersenactiviteit van mensen. Wauw. Er wordt beweerd dat muziek als van Bach en ja nog een paar meer, maar die namen ben ik even kwijt. Hoe heet ze ook weer? Ja. Die sluiten ook aan bij die alfagolven. Huh? Daar worden mensen rustig van. Wauw. Je hebt misschien wel ooit gehoord van bijvoorbeeld al die muziek die je kunt kopen om beter te studeren, te rusten, te ontspannen. Die doen in zijn basis allemaal een appel, om het zo maar even te noemen, op de rustgevende golven in onze hersenen. Als je aan het werk bent, dan ben je bezig. Als je bewust bezig bent, dan zit je in, ik meen beta-golven dat die heten. En als je heel druk bent, dan zit je heel hoog in die beta-golven. Het is voor een mens niet goed om altijd heel druk te zijn. Dus dan moet je zien dat je rustig wordt. En een van de manieren is luisteren naar muziek. Dan wel geluiden
die een appel doen op die rustgevende hersenactiviteit. Okay. Dus de alfa. Het lijkt mij wel fijn om te weten waar dan die alfa-golven zitten. Ja, ik kan ze niet aanwijzen. Nee, maar dat ik een soort van lijstje heb met welke muziek ik kan draaien zo 's nachts om mensen lekker rustig te krijgen. Oh, maar dat is een kwestie van niet meer Bruce Springsteen draaien. En een keertje kijken op alfagolven.nl of zoiets. Ja, maar als ik heel veel Bach ga draaien, word ik op een of andere manier zelf dan heel onrustig van. Dat is wel typisch. Ja, maar je hoeft natuurlijk 's nachts ook niet. Kijk, als ik 's nachts iedereen in slaap ga sussen, hou ik ten eerste geen luisteraar over. En dan zijn er heel veel mensen in de beveiliging en vrachtwagenchauffeurs die. Die worden doodongelukkig. Nou ja, of gewoon niet meer functioneren, wat soms hetzelfde is. Ja. Ja, dat ligt dicht tegen elkaar aan. Ja. Dat ook weer. Maar goed, nou, dat heeft ook allemaal niks mee te maken. Maar ik vind het wel interessant. Ik ga me er nog eens in verdiepen. Dankjewel, Jan. Graag gedaan. Voor de alfagolven. En een goede nacht nog. Ja. 0800-1121. Rob? Ja, hallo. Hallo, Rob. Hi. Hi, ik ben antwoord om te vragen waarom mensen u zeggen. Oh. En, ja, en dat wil ik als volgt. Daar komt hij al. Op het moment dat wij met een zin bezig zijn en even niet weten hoe we die zin verder gaan laten verlopen, dan komt er een dat sowieso. Maar die zit er eigenlijk omdat we willen voorkomen dat degene tegen wie we aan het praten zijn afhaakt. Of het gevoel krijgt dat de zin afgelopen is. Dus we willen sowieso zijn of haar aandacht vasthouden. En we willen ook voorkomen dat we geïnterrumpeerd worden. Ja. En dat is gewoon een ingebouwd systeem wat eigenlijk al van op het moment dat je leert praten vanzelf actief wordt. Dus je zegt om te voorkomen dat je zin stopt en dat je na moet denken over wat je daarna wil gaan zeggen. En dat gaat heel snel. Maar in die tussentijd wil je eigenlijk niet dat de luisteraar het idee heeft dat jouw tekst op is. Nee, maar het zit vaak niet op een punt waar normaal een punt zou staan. Nee, dat klopt, maar het zit juist midden in de zin, omdat je je hersenen kunnen vaak gewoon helemaal niet bijhouden wat er uit je mond komt. Dus er moet op een bepaald moment toch even nagedacht worden over wat het vervolg van de zin wordt. Wat ga je vaak zeggen als je geen wilt zeggen? Ja, en het is ook heel gek dat op het moment dat het vrijgesteld wordt, ben ik extra op jou gaan letten. Ja. En zo is het mij dus opgevallen dat jij bijna nooit zegt. Nee, maar goed, ik zit hier natuurlijk al. Ik zit al jarenlang achter elkaar. Ik ben gewend om door te praten. Want dat kan ik wel goed voorstellen. Het grappige is dat als je dit voor je beroep doet, dat je dan gewend raakt om hele zinnen te gebruiken ook. Want als je er goed op let, dan merk je dat de meeste mensen nooit een zin afmaken. Ja. Maar als je dat dus heel vaak al doet en je doet dat voor je beroep, dan ga je dus in prachtige zinnen praten. En eigenlijk, op den duur luistert dat helemaal niet lekker, want het klinkt heel kunstmatig. Nou ja, daar heb ik bij jou geen last van, maar ik kan me dat wel voorstellen, ja. Nee, maar ik hoor vaak mensen op de radio, die praten dan, die zeggen van, vandaag gaan we het hebben over de onderwerpen, over een buschauffeur in Groningen, die, weet je, en dan klinkt dan zo. Het klinkt allemaal zo keurig dat het bijna naar saai gaat. Ja, inderdaad. Ja. Ja, maar het is wel grappig wat je dat aanhaalde. Want ik ben zelf zanger en ik zeg in mijn teksten tussen twee nummers door, als ik een nummer aankondig of als ik interactie met het publiek heb, zeg ik ook bijna nooit. Terwijl ik nu, omdat ik hierover moet nadenken, want ik met jou aan het bespreken ben, dus wel vaker zeg. Nou, het heeft er ook mee te maken dat je gewoon als je in functie bent en je doet gewoon iets beter je best. Ja, je staat meer aan, zeg maar. Het presenteren, ja, dat is eigenlijk, dat zeg je heel keurig. Je staat meer aan. Dat is nog eens een mooie uitdrukking. Ja. En, maar Rob, want vroeger mijn collega Peter van Brugge, die speelde vroeger op de radio altijd het spelletje Zeg eens Ja. En dan moest je, ik weet niet meer precies hoe het zat, maar je mocht in ieder geval geen zeggen. Nee, geen ja en geen nee ook zeker, hè? Ja, dat kwam later weer. Ja, dat was ook mooi. Maar zeggen ze is heel mooi omdat je op een gegeven moment zelf niet hoort dat je zegt. Dus Rob, we doen even één keer. We doen even één keer zeggen ze En gewoon even. Dat ga je om 4:00 s'nachts doen, dat is ook gemeen, hè? Het is 3:30 voor 4:00, dus dat moet nog makkelijk kunnen. Maar we doen maar 2 vragen, goed? Oké.
Okay. De eerste vraag is, ja, je vertelt net dat je zanger bent. Dus als je op het podium staat, dan zet je jezelf aan. Dus je zet jezelf nu ook even aan. En vertel mij even wie jij bewondert in de muziek. In eerste instantie komt het nu op Herman van Veen, omdat ik niet heb gehoord heb. Dat is grappig, want dan wil je geen zeggen. Dus dan ga je ook heel erg kort antwoord geven natuurlijk. Ja. Absoluut, ja. Ja. Het kost je van alles voorkomen dat je nu nog dat woord zegt. Ja, ja. Het is wel mooi, want je gaat precies wat ik zeg. Je gaat nu gedachtenvol praten, zeg maar. En ja, maar dat is ook eigenlijk heel irritant gewoon, hoor. Een beetje wel. Nog één vraag stellen, want de truc is ook om een vraag te stellen waardoor jij na moet denken, waardoor je sneller gaat zeggen. Dit is om jou aan te steken. Ja, maar dit is ook om jou aan te steken, zodat je het nog sneller gaat zeggen. Okay. Als jij in de toekomst nog iets bijzonders zou kunnen doen qua optreden, wat zou dat dan zijn? Een optreden in Ahoy lijkt me wel erg gek. Nou, ik vind dat je het heel knap doet, Rob. Je hebt echt... Dankjewel. Het is dat we aan het bezuinigen zijn bij de publieke omroep, anders had je echt een koelkast gewonnen. Ja, hartstikke bedankt. Zeg bedankt voor het spelen. Goeienacht nog. Dankjewel. Of zo dan. Joe, dag Rob. Hoi. Johan. Ja, goeiedag. Ik heb een vraagje. Ik hoorde laatst bij... hoe heet dat programma? Ik weet nooit meer slapen. Ja, volgens mij. Topprogramma, ja. Juist. Dat wormen niet slapen. Echt niet? Nee, ja. Dat hoort niet. Dat weet Pieter natuurlijk, ja. Maar nou vroeg ik me af, zijn er dieren die niet slapen? En hoe kan dat? Want waarom moeten we mensen dan slapen? Als, in ieder geval als wij gaan slapen, dan gaan we niet slapen, dan gaan we dood. Maar je bedoelt... Maar zijn er dieren die niet slapen? Of insecten? Insecten zijn toch ook dieren? Nee, een ander soort dier. Oh. maar je zegt net zelf dat wormen niet slapen. Nou ja, ik wil weten of dat ook echt waar was, want... Het meisje die dat vertelde, die wist dat volgens mij niet helemaal zeker. Oh, het schijnt dat wormen niet slapen, maar we hebben het niet steekproefgewijs aan genoeg wormen gevraagd. Nee. Nee, maar ik bedoel, ja, ga maar eens controleren of een worm, als die door de grond kruipt, niet even een tukje doet. Dat weet je. Ja, nee, hoe weet je? Doet hij de ogen dicht? Kan je dat zien? Doet hij een hazenslaapje? Maar dat vroeg ik me af, of er dieren zijn die niet slapen. Nee, ja, nou ja, dat begrijp ik. Ik begrijp de vraag en ik hoop dat er ook iemand een antwoord door kan geven. Dus ik ga op zoek, Johan. Oké, top, dankjewel. Ja, en waarom slaap jij niet? Omdat ik al werk ben. Als vrachtwagenchauffeur. Oh, gelukkig. Nee, doe maar niet slapen dan. Nee, nog niet. Zometeen. Over 2 uurtjes. Oké, werk ze en hou je veilig, Johan. Dankjewel. Doei. Hoi. Wormen of andere dieren die niet slapen, waar is het van bekend? Laat het weten via 0800-1121. Er zijn natuurlijk nog meer antwoorden, van harte welkom. En vragen, die mag je ook natuurlijk zoals altijd door blijven geven. Nachtzuster, een programma van Max. Nico, goeienacht. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Nico. Zeg het eens. Ik bel voor de kreeft. Oh. Hoe vind je dat? Ja, ik dacht heel even dat ik ook nog thuisbezorg.nl was geworden. Ik dacht heel even, oh jee, dan moet ik nog ergens uit een aquarium een kreeft gaan vissen. Maar dat is niet zo. Nee, je belt het antwoord. Weet je het antwoord hoe je een kreeft vangt met de wekker? Ja, dat weet ik toevallig. Weet je ook hoe je een koe vangt met een haas? Nee, een koe die vang je het beste met een wortel. Nee. Dat geloof ik haast niet. Nee. Maar, nee. Oh, sorry, we hadden het ook. Oh, je kreeft. Hoe vang je een kreeft, ja, Nico? Kreeft. Ja. Als die meneer gelijk had gevraagd aan die oudere man... waarom vang je alleen grote en oude kreeften... Ja. Dan had hij gelijk het antwoord gekregen... Ja. Als je logisch nadenkt, dan kun je dat zo nagaan hoe dat komt. Oh. Begrijp je niet? Omdat een oudere kreeft niet weet hoe laat het is? Precies. Een oudere kreeft die weet juist wel, die kan klok kijken. Een jonge kreeft niet. Ja, maar een oude kreeft die weet... Nee, hè? Ja, want hij zegt, die oude meneer, die heeft tegen hem gezegd... Ja. Vingen alleen de oudere kreeften. Ja, nee, de grotere. De grotere kreeften, die werden gevangen met een wekker. Ja. Kijk, die kleine kreeften, die kunnen geen klok kijken. Nee, maar als je wel weet hoe laat het is, dan maak je dat je weg bent.
Nee, maar dat is de hele clue is dat. Dat vertelden wij vertelden vroeger dat precies hetzelfde met mollen vangen. Het is gewoon een grapje. Het is gewoon met wat? Mollen? Met mollen vangen. Met een wekker vang je oude mollen. Ja, dan vang je mollen, want je zet de wekker boven het, de mollenshoop, dan zet je de wekker. Ja. En die laat je aflopen. Ja. Die zet je bijvoorbeeld op 2 uur en dan loop je af om 2 uur. Ja, dat hoop je, ja. Ja, en dan komt bij die mollenshoop, daar komt de mol die komt naar boven, die kijkt hoe laat het is. En dat zijn alleen de oude mollen, maar die jongen die kunnen nog geen klok kijken. Nou, ik wil niet. Ik vind het heel vervelend om zand in dit sprookje te gooien. Maar mol is over het algemeen ook stekenblind, hè? Nee, maar dat is gewoon grap. Ja, dat begrijp ik, maar het is gewoon. Dat doet. Ja, maar! Ja, het is gewoon een grap en dat is diezelfde grap. Als hij gelijk had gevraagd aan die meneer, maar waarom ving u dan al in oude kreeften? Grotere. Dan had hij datzelfde antwoord gekregen van die kunnen klok kijken en een kleine kreeft niet. Het is gewoon een grap. Ja, nou ja, ik ga morgen lachen. Ja, maar het is gewoon een ja, ik luister heel vaak naar jouw programma. Ja. Omdat ik ben ook chauffeur. Ja. En ik had al eerder geprobeerd te bellen, maar vanaf de auto ging dat niet. Nee, maar jij zit dus al een uur, zit je al tegen jezelf, het is een grap. Nee, maar ik zit echt al een half uur of zo aan de telefoon, denk ik, thuis. Ja, ja. En ik heb al een bakje ijs gepakt, want mijn stem is bijna weg. Nee, dat begrijp ik, dat je voorbereidingen erbij moet hebben om dit allemaal zo smooth mogelijk te doen. Ja. Nee, dat is echt zo wat ik jou vertel. Je zult maar zien, dan krijg je een ander antwoord, krijg je daar niet op. Nee, nou, dat weet ik nog zo net niet. Nee, geloof me nog maar. Ik ga zo naar bed, maar ik hoop dat ik dat er nog een keer hoor of zo. Maar een ander antwoord is gewoon, het is gewoon een stomme grap. Ja, het is, nou, zo zeg je het wel, dat het klopt. Het is een beetje een stomme grap. Ja, het is gewoon een stomme grap. Het is gewoon een beetje een stomme grap, maar dat zijn vaak de beste. Meteen toen ik dat hoorde, ik denk, ja, dat vertelden wij vroeger aan andere mensen ook. Dan zeiden we van, ja, we vangen mollen met een wekker. Dan zeggen ze, met een wekker, hoe doe je dat dan, weet je niet? Ja, dat is net zo'n stomme grap. Ja. Hij zegt van, er zit een man te vissen. Er zit een man te vissen aan het water. Ja. Met een stokje met een hamer eraan. Ja. Met een hamertje aan de hengel. Ja. Nou, dan zeg je, hoe doe je dat? Hoe vang je nou vis met een hamer aan een stok? Ja. Nou, dan zeg ik, dat is heel makkelijk. Dat wil ik je wel vertellen, maar dat kost 10 euro. Ja. Anders vertel ik dat niet. Nee. Dan maak je ze nieuwsgierig en dan zeg je, ja, maar dat wil ik toch wel weten. Ja. Nou, hier, 10 euro, vertel het maar, weet je. Ja. En dan zeg ik, nou, ik wacht net zo lang tot een vis uit het water springt. Ja. Dan sla ik hem met de hamer op de kop en dan pak ik hem. En dan zeggen ze, ja, maar hoeveel vang je dan per dag? Ik zeg, nou, meestal een tientje of zo vandaag. Toch? Dat is toch ook zo'n stomme mop? Oh, wat afschuwelijk! Ja, is dat mooi? Oh, wat afschuwelijk. Ja, maar zo werken die dingen gewoon. Hé, hey Nico. Ja? Je hebt zeker ook een vork in de auto. Wat bedoel je daarmee? Waar kan ik er lek prikken? Nee, voor als je hem in de prak rijdt. Ja, in de prak rijdt, ja. Of een mes om de bocht af te snijden. Nou goed, genoeg. Ja, oh, magie. Ja. Een potje magie ook wel. Oh, want? Als je hem in de soep rijdt. Ja, zijn leuke dingen, hè? Ja, en een aardappel. Nee, dat weet ik niet. Voor als je in de puree zit. Ja, dat is ook makkelijk. Hey, Nico, dat zijn echt domme, flauwe moppen. Echt? Die zijn wel mooi. Ja, precies. Ze gaan niet voor niks al jaren mee over baarden gesproken. Nou, Nico, dank je wel, hè? En meteen toen ik dat hoorde, ik hoe normaal. Ja, dat weten we nu wel, Nico. Dank je wel. Doe je best. Ja, is je ijs op? Nee, ik heb nog 1 hapje. Oh, lekker. Nou, eet smakelijk. Dan ga ik naar bed. Ja. Zeg, fijne uitzending nog, hè. Hetzelfde. Doei. 0800-1121. Antoinette. Hi, Astrid. Hallo, Antoinette. Ik moet even Hallo. Hoi. Over de vroegte puberteit, maar ik moet even overschakelen naar
het vorige gesprek, want dit is nogal een moeilijk onderwerp om over te brengen. Ja, het is, we gaan wel weer van het ene naar het andere, hè? Ja. Ja, en het is... Ik moet dit wel even proberen duidelijk te maken. Wij worden geboren met een immuunsysteem, trouwens alle zoogdieren. En wat daar heel belangrijk in is, is de thymusklier. Oh. Dat de thymusklier onze weerstand blijft dus op peil of wordt goed door dat systeem wat ik net uit heb gelegd. En dan ga ik dus even denken hoor. De thymusklier verdroogt tot aan bij volgroeid zijn. En dat verdrogen wordt gestimuleerd door de geslachtshormonen. Mm-hmm. Kun je het nog snappen? Ja, het gaat vrij aardig. Vroeger was het dus rond je 16e dat gebeurd was. Ja. Althans, ik weet het alleen maar van naar meisjes. Want dit heb ik dus op kostschool geleerd. Tegenwoordig zijn wij dus... De geslachtsklieren, daar werd vroeger niet over gesproken. Die waren ook veel later actief dan nu. Mm-hmm. Maar ja, dat wilde niet zeggen dat je ze ook later had. Nee, maar die geslachtsklieren, die maken dus de thymus, die verdrogen hem. Dus, je bent dan volgroeid. Ja. De thymusklier heeft zijn werking gestaakt, dat is ook de bedoeling. Dat gebeurt door het verdrogen. En het verdrogen wordt gedaan, de hormonen die daar het meest op inspelen om dat te verdrogen, te volbrengen, dat zijn de geslachtshormonen. En maar zolang een mens dus... Ik wist dus niet voor mijn 16e waar wij vandaan kwamen. Nee. Ik ben 70. Ja. Ik heb dit verhaal gehoord van een ondeugende non die het ons in de natuurkunde, in de biologie vertelde. Ja. En wij wisten dus helemaal niet wat ons ging overkomen. Maar tegenwoordig is dit allemaal helemaal vervroegd. Maar Antoinette, ik begrijp het verhaal van die geslachtshormonen en die thymusklier. Dat begrijp ik wel. Alleen ik begrijp niet waarom dat tegenwoordig dan sneller gaat. Waarom kinderen nu sneller in de puberteit raken. Waardoor meisjes al jonger borsten ontwikkelen. Waardoor jongens eerder de baard in de keel krijgen. Waarom verjongt dat? Ik heb wel eens gehoord dat het ook met hormonen in het vlees te maken heeft. Met je geslachtshormonen, maar dat was nog maar sporadisch bezig in je lichaam en in je geest. Hmm. In de vroegere jaren, want daar werd niet over gepraat. Ja, dus doordat we er nu meer over praten, hebben we het ook sneller in de gaten. Ja, je gaat ermee experimenteren, je gaat de vrijheden maar mee tegemoet. Dat hoort bij je volgroeid zijn. Ja. Nou, lichamelijk volgroeid zijn ben je dus, was je toen dus met je 16e. Dat ligt nu ook veel vroeger. Ja. Dus het feit dat die geslachtshormonen heel traag waarschijnlijk en niet gevoed door interesse enzovoort op gang is gekomen. Daardoor is die thymusklier waarschijnlijk ook altijd later verdroogd geweest dan nu. Ja, maar dan weten we nog niet waarom dat nu eerder is. Omdat het op elkaar... Het is een systeem, ons weerstandssysteem is een heel klieren systeem wat met elkaar in verband staat en ook niet buiten elkaar kan. En in dat kliersysteem zijn er dus onder andere de geslachtshormonen en allerlei andere hormonen gaan in je jeugd totdat je dus dat volgroeide stadium gaat zich dus ontplooien en vinden dat systeem zoals het moet werken. Ja, maar ik probeer het nog één keer, Antoinette. Ja, dan moet je even luisteren naar wat ik vraag en proberen mijn antwoord te geven. Waarom is die volgroeidheid, dus echt die fysieke volgroeidheid, tegenwoordig een paar jaar eerder dan vroeger? Omdat het... Ja, ik kan je dat niet anders uitleggen dan dat ik je net uit heb gelegd. Nee, maar je hebt uitgelegd dat we het eerder in de gaten krijgen doordat we er meer over praten. Maar hoe kan het dat je... Nee, het gaat buiten ons om. Ja, maar waarom?
Weet jij dus hoe je weerstandssysteem werkt tenzij je dus ziek bent en dus blijkt dat je een ziekte hebt en het weerstandssysteem op dat moment dus in de war is? Nee, ja. Systeem. Dat nee, maar, is een hele... Maar Antoinette, dat snap ik, Antoinette. Maar we hebben het niet over uitzonderingen. Het is gewoon zo dat er... dat is wat ik denk. Maar het zou heel goed kunnen komen doordat we er meer over praten nu dan vroeger en er opener over zijn. Maar het lijkt zo dat kinderen veel eerder zich ontwikkelen dan vroeger. Alle kinderen, niet een paar of één of dat. Nee, maar we krijgen tegenwoordig dus ons weerstandssysteem wordt ook nog een keertje extra onderbouwd, omdat we betere voeding krijgen. Dat is... We veranderen. Voor mij is het heel logisch. Oh, gelukkig. Ik ben zelf dus... ik heb een auto-immuunziekte ontwikkeld. Niet op dat gebied, maar... Als je weerstand dus één schakeltje mist of één schakeltje heel erg enorm hard aan het werk zet, wat met schildklier gebeurt, dan krijg je dus verschijnselen die dus daarop volgen. Maar als dat met je ontwikkeling van je jeugd tot aan je volwassen volgroeid zijn op je 16e gebeurt, dan krijg je natuurlijk weer andere verschijnselen dan ziek worden of een auto-immuunziekte te blijken hebben. Ik ga erover nadenken, Antoinette. Ik dank je hartelijk. Okay. Rustig aan. Sorry. Ja, geen paniek. Gelukkig. 0800-1121. Ik streep hem nog niet helemaal af. Wel mijn kans om Britney Spears een keertje te draaien op Radio 1. Mark, heb ik volgens mij net gesproken? Of is er nog een Mark? Corrie? Corrie, ja. Hi Corrie, kun je je radio even wat zachter zetten? Want ik vind het heel gezellig om mezelf op de achtergrond te doen. Ik had hem op de telefoon met de luidspreker aanstaan. Ik heb een oplossing voor die kreeft en die klopt wel. Oh. Papa kreeft en mama kreeft, die zeggen slaap maar lekker. Je hoeft nog niet vroeg op te staan. Hij is alleen voor ons bedoeld, die voor de wegger. Oh. Ik hoor niks. Nee, ja, ik was ook even stil. Want? Ja, nou ja, gewoon het hele kreeftwekker verhaal. Ja. Ja. Dus die kleintjes mogen nog lekker blijven doorslapen. Oh, gelukkig maar. Ja. Ja? Nou, ik vind het een goed verhaal, Corrie. Dankjewel. Oké. Okay. Doei. En het is de eerste keer dat ik luister. En echt? Ik vind het erg leuk. Ja. Maar ik slaap altijd als een roos. En ik lag even muziek te luisteren en toen de radio. Maar dit is niet goed voor mij, want straks gaat die wekker. Ja, ja, en dan moet je natuurlijk als een kreeft. Ja, maar ik ben niet klein. Nee. Ik ben ook een moeder, dus... Oké, nou pas op dat je niet gevangen wordt. Bedankt, hè, Corrie. Dag. 0800-1121. Mark? Ik heb nog steeds volgens mij Corrie het telefoonsysteem aan de lijn. Hallo, met wie? Je spreekt nu met Ton Koenders. Tuurlijk, Ton. Hallo. Hoi, dag Astrid. Dag. Om te beginnen een felicitatie waard. Al die keren dat ik gebeld heb, moet ik minstens 20, 30 minuten proberen voor ik de verbinding krijg. Ik had hem nou bij de eerste keer bellen te pakken. Nou, echt, dan had je goede vibes. Ja, lekker. Hartstikke leuk. Hè, voelt goed, hè? Ja, heerlijk. Ten tweede, waarom draag je tegenwoordig mutsjes? Ja, ik heb een nieuwe hobby. En het is hip. Oké. Okay. Ja, ik zet... Goed, ik kom nu meteen maar met mijn vraag. Ja. Ik zet mijn computer altijd voor 4 aan. Als ik niet al de hele avond zit te kijken. Ja. Maar het gebeurt altijd rond de tijd zijn van 4 uur. Ja. Dan moet opeens mijn computer bijladen. En dan duurt het soms minutenlang voor ik weer contact heb en een streaming krijg. Dus altijd rond 4 uur. En het was vandaag ook weer zo. Of vannacht, wat je wil. Ja, er is een 4 uur moment, hè? Ja, dat weet ik helemaal niet. Ja, nee, ik hoor het wel vaker dat dan die webcam er eventjes uit ligt om 4 uur. Ja, nou ja, mijn vraag was dus hoe komt dat en klopt dat? Ben ik de enige en zo? Ik denk gewoon dat om 4 uur op een of andere manier het kijkpubliek exponentieel toeneemt. Nou,
Dat is lijkt het niet. Me niet. Het moet de server gereset worden of zo. Oh, dat zou ook kunnen. Ja, dat is iets, iets minder opzienbaar. Ja, want ik zet hem altijd speciaal aan. Zet hem altijd, om jou te zien dansen, want ik vind altijd lollig. Oh. En verstandig. Ja? Want dan doe je even wat aan de lichaamsbeweging over de hele werktijd. Een stukje lichaamsbeweging is nooit even wakker worden. Maar Tom... Ja? Ik ga je nu iets vragen en ik heb nu al spijt van het antwoord, want dat snap ik natuurlijk niet. Maar ja, misschien dat er luisteraars zijn die het wel snappen. Want hoe kijk je naar die webcam? Want dat schijnt ook nog te verschillen, hè? Of je... Ik zet mijn computer aan en ik log in op de Nachtzuster via Radio 1. Eigenlijk alles wat je nodig hebt. Nee, maar... laat me nu enorm kennen, want ik hoor dit te weten. Maar je kijkt via een bepaalde provider of via een bepaalde... Hoe heet ik kijk via Access for All en ik moet je even op klein scherm zetten nu. En dag, dan heb ik in mijn bladwijzer staan, media. Ik kijk Radio 1, het nieuws van alle kanten. Oh ja, nee, dat zijn wij. Dat kan mij. Ja, dat kan mij er niet... En dat is dus www.radio1.nl. Oké, nou ja, dan weet ik het ook niet. Dan zeg ik 0800-1121 en dan hoop ik dat iemand jou eventjes kan vertellen wat er aan de hand is. En vooral hoe je het kunt voorkomen, want je moet natuurlijk niet het disco-moment missen. Nee, maar ik moet je nog twee dingen vertellen als het mag. Ja. Ten eerste, hoe vangt een koe een haas? Nou, hij gaat achter een boom staan en maakt een bloemkolengeluid. Dat was de afdeling flauwe grappen. En die andere was... het spelbrood is al een van de oudste granen. Dat gebruiken we al 7 tot 9000 jaar. Maar in de oertijd, toen had dat speld had maar 2 korrels aan 1 aar zitten. Dat is verbeterd tegenwoordig. Oh. Daardoor was het zo duur. Plus dat er zit bij een speldkorrel nog een soort extra laagje omheen, waardoor die moeilijker te malen is. Hij moet 2 keer gemalen worden. 1 keer los om die schil eraf te halen en dan kunnen ze daarna pas kunnen ze gewoon malen. Nou, echt, jij weet alles. Nou, ik weet niet alles, maar dit heb ik vroeger bij mijn geschiedenisles op de lagere school geleerd. Ja, en dat vergeet je nooit meer natuurlijk. Nee, nee, dus het is geen nieuw brood. Het is alleen een hype geworden. Omdat de tarwe is zo doorgefokt. Ja. Dat noemen ze dan snel graan. Mm-hmm. En daardoor zitten er veel meer vervelende stoffen in. Waardoor bijvoorbeeld dieren geen tarwe meer mogen krijgen. Ook paarden niet, want die krijgen daar een koliek van. Ja. En die worden dus gevoerd tegenwoordig met speld. Oh. Oh, dus daarom eten wij ook speldbrood. Omdat we bang zijn dat we anders een varkenskoliek krijgen. Nou, koeienkoliek of paardenkoliek, zal bewoord kan allemaal. Maar in worst, elk geval, het speld is nog niet doorgefokt. Nee. Dus dat is daarom wat gezonder. Wauw. Nou, dankjewel, Tom. Maar wel veel duurder, want het proces van malen is moeizamer. Alleen het bakken van een speldbrood is juist veel makkelijker, want het kneden gaat veel lichter. Oh. Nou ja, dan, het zou elkaar dan op moeten heffen. Nou ja, de prijs doet wat, hè? En dat het dus hip is. Ja, en het feit dat het mode is, ja. Is ook zo. Nou, dankjewel, Tom. Ja. Dankjewel voor je uitzendingen en nog een hele prettige dag. En ik blijf met plezier naar je kijken en luisteren. Fijn, tot de volgende keer, hè. Hoi. Oké, doei. Doeg. Eens even kijken, hoor. Gerard, nog een Gerard. Oh, die heeft de radio... Oh, het is gewoon Gerard weer. Gerard, je hebt in de huifkar de radio zo hard staan... dat het hier lijkt alsof we op de kermis staan. Het lijkt wel de kreeft horen kreken. Ja, hey, heb je het gehoord van de kreeft? Ja, ik zat al heel lang. Ik denk, waar hebben die Hollanders toch weinig humor? Ik zit zo lang te wachten op het antwoord. Ja. En je had juist meneer aan de lijn, maar die had zelf niet door dat ik het al door had. Ja, ja, dus je belt nu terug om te zeggen, ik wist wel dat het een grapje was. Ik vond hem wel goed, ik vond hem leuk. Ik vond het echt heel ouderwets. Ja, ja, terwijl je eigenlijk gewoon... Eigenlijk heb jij gewoon de hele week zitten piekeren. En nu doe je net alsof je het wel snapte. Ja, ja. Nou, we doen de test. Je hebt toch wel gelachen in ieder geval. Gerard? Oké. Ja, bedankt. Dag, hè. Schat. Doeg, hoi. David. Dag, Astrid. Dag, hallo. David. Dag, David. Ik heb een antwoord... Ja. Op de vraag van de puberteit. Ja. Dat komt op de voeding.
Ja, dat toch, hè? In vlees en in sojaproducten. In vlees zitten hormonen sowieso in. Mm-hmm. En in sojaproducten zitten middelen in om hormonen te stimuleren. Ik vond het wel heel toepasselijk dat je een nummer draaide vlak daarna van Britney Tears, of weet je, Britney... ja, Spears. Britney Tears, dat ze van I'm a girl, but not yet a woman. Ja. Maar er zijn echt meisjes en die worden vroeger... ik had snel de puberteit in, of vroeger, hoe zeg je dat... maar het komt door de hormonen, door het vlees, door de voeding. Het is eigenlijk best wel een beetje griezelig. Ja, zeker griezelig. Het is heel erg griezelig. Nou ja. Dus als je dat daar nagaat wat er in voeding zit en wat ze in, dat is echt af en toe schandalig. Het is verschrikkelijk. Ja, eigenlijk soms wil je het niet weten, anders kunnen we niks meer eten. Nee. Ja, ja, precies. Het rijmt ook nog. Goed, dankjewel David. Graag gedaan. Doei. Hetzelfde. Hoi. Maria? Ja? Hallo. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Maria. Zeg het eens. Bent u alleen? Ik wil over de hormonen en die geslacht, of iemand rijp of niet rijp. Ik ben 78 en ik kan heel goed herinneren in mijn schooltijd dat kinderen 12, 13, 14, wel die menstruatie gekregen. Dus denk ik niet, dat is erger als nu. Maar dat waar vroeger een schande erover praten. En ik kan herinneren dat wij moesten zo'n matrozenblouse dragen in die school. Ik kom zelfs van Hongarije. En dat was zo wijd, dat kunt u niet zien, dat die tietjes is in groei. En mocht er niemand over praten als je die menstruatie gekregen. Maar ik kan geen goed herinneren in die school. Dat is 11, 12, 13, 14 waar rijp. Maar dat hangt ook af hoe aanwakkert jij zelfs deze hormonen. Maar ik moest in mijn moeder altijd zo slapen dat die handen boven in de dekens. Oh. Dat, ja. Ja, dan duurt het ook allemaal wat langer. Ja, ja. Ja, dat is ook zo, echt waar. Ja. Meisje is heel stolt als die tietjes krijgt en heel nauwe broeken. Ja. Heel nauwe blouses. En kan je dat zien? En dan is die grote vrijheid, alles macht. Ja. Nou, die erder aangewakkerd. Ja. Nou ja, en dan, of dat een talent wat die erder aanwakkert, of dat zo'n hormonen. Ik denk daarover hangt dat die probleem. Of wat dat überhaupt een probleem, dat weet ik niet. Nee. Denkt u niet dat is zo? Nou, ik denk wel dat het meespeelt inderdaad. Ja. Ja. Nou, dat was alles wat ik zeggen wou. Nou, mooi verteld, Maria, dank je wel. Ja, oké. Okay. Goeienacht. Fijne uitzending. Hetzelfde, dag. Johan. Hallo. Hi. Hallo. Ik heb een... eerst nog stomme mop. Weet je het verschil tussen een dood vogeltje? Zijn ene pootje is even lang, is dan het antwoord. Oh. Die kende je niet? Nee. Nou, dus kreeften en wekkers, die zitten in die sfeer. Ja, dat is wel een beetje waar. Oh, leuk. Ja. Ja, kleine kinderen leerden we dat vroeger... Ik kan hem, ik kan ook nooit reproduceren, wat je nu zegt. Nee, daarom leer je ze ook aan kinderen. Wat is het verschil tussen een dood vogeltje? Ja. Dan kijken ze verbaasd. Dan zeggen ze ene pootje is even lang. Ja. Ja. Ja, nee, maar dan ik kan me voorstellen dat ze dan heel hard moeten lachen. Maar ik vraag me af of ze het kunnen reproduceren. Ja. Ja, je moet het ze vaak herinneren. Ja, je moet het even 27 keer vertellen, maar dan heb je ook wat. Nu zijn ze zelf, hebben ze zelf kinderen. En wat leren ze aan hun kinderen? Wat is het verschil tussen hun doodvogels? Ja. Hey, wacht even hoor. Want jij zegt even kijken of dit kan wat ik nu wil hoor. Maar even luisteren dit. Er zit groen en zit op het hek. Nou, wat dan? Daar. Hey, ik kan het bijna niet horen. Want het is mijn dochter die probeert een mop te vertellen. Dat gaat nog niet helemaal. Ik hoor het op de achtergrond. Ja, nee, die zegt het is groen en het zit op een hek. Die heb ik ooit geweten, ja. Ja, verf. Ja,
Maar dat zij snapt dat nog helemaal niet. Maar goed, ze kan het wel vertellen. Ja. Dat is ook belangrijk. Goed, waar waren we in het verhaal? Oh ja, we hadden de afdeling flauwe moppen gehad. En je ging iets vertellen over iets anders nog. Ja, dieren die niet slapen. Oh ja, dieren die niet slapen. Vertel. Van haaien wordt gezegd dat ze niet slapen. Oh ja, dat lijkt me verstandig als je een haai bent. Nou, het water stroomt door de kieuwen en ze happen geen water. Ze hebben geen pompbeweging. En dan moeten ze blijven zwemmen, zodat het water door de kieuwen stroomt. Oh. En soms in het donker op de bodem filmen ze met zo'n onderzeeër op afstand wel eens een haai die op de grond ligt. Maar die liggen maar heel even op de grond stil. En daarna gaan ze weer zwemmen om die waterstroming door de kieuwen op gang te brengen. Maar snap ik wel waarom het van die chagrijnige beesten zijn. Ik heb ze nooit in dansjes zien maken of zingen. Nee, zie je? En wel, maar van zich afbijten. Maar dat is natuurlijk, En er is nog een dier waarvan je het niet verwacht. Maar de vraag is ook van slapen die. En dat zijn gierzwaluwen. Ja, want die... Nee, maar dit is de gierzwaluwen, die liggen gewoon wakker van die vlaggetjes in het zand bij het viaduct. Aha. Dat zal het zijn. Ja, sorry, dat is alweer 2 uur geleden. Ik kan me voorstellen dat je dat gemist hebt. Zo lang heb ik nog niet geluisterd. Ja, nee, toen ging het ook al over gierzwaluwen. Het moet ook allemaal niet toevallig geworden. Oké. Nou. Ze zeggen wel eens, hebben die dan een rustmoment terwijl ze vliegen? Hmm. Ik vind het een merkwaardig verhaal. Ja, dat schijnt te kunnen. Ja, daar hebben we het ook wel eens over gehad, inderdaad. Ja. Nou, ik dank je hartelijk, Johan. Ja, nog, waarom ben ik wakker? Het is van de week de waarom ben je eigenlijk wakker? Oh ja, ja. Ja, ja, het is de week van de ziekte van Lyme, is geloof ik deze week. Ja. Ik heb chronische Lyme. Echt waar? En dan word je rond 3-4 uur wakker van de pijn, elke nacht. Oh, echt? In je gewrichten, je grote gewrichten doen dan pijn. Ja. En dan raken de pijnstillers uitgewerkt. Ja, wat naar. Ik denk, ik noem het even omdat dit de week is van de ziekte van Lyme. Ja. Ja, dat... Jou wordt extra aandacht aan gegeven. Er zijn zo'n 25.000, 30.000 mensen per jaar die Lyme krijgen, de ziekte van Lyme. Dat teken beter. Ja. En 2% daarvan, die mag het houden. Die mag het houden ook, ja. Ja, je krijgt een... ik heb een 90 dagen kuur gehad met zware antibiotica. Mm-hmm. En bij de meeste mensen die vroeger Lyme hebben, die nog maar pas besmet zijn, gaat het na 10 dagen antibioticumkuur gaat het over en is het weg. Ja. Het is een besmetting met een bacterie uit een teek. Mm-hmm. Maar als die langer in je lichaam zit en zo'n bacterie wordt aangevallen met antibioticum, dan maakt die eitjes sporen aan in je lichaam. En die verpakt die in een slijmlaag, een biofilm. En die antibioticum komt niet door die biofilm heen. En in Nederland geven ze geen dubbel medicijn als behandeling om die biofilm van die eitjes kapot te maken. En buitenland wel. Nou, dat was dan van de week nog weer in het nieuws met Humberto Tan. Ja. Maar als je de ziekte van Lyme hebt, heb je zo'n scala van zeg 40 symptomen. En dan mag je er zo'n zeg 8 tot 12 uit kiezen. De ene heeft dit, de andere heeft dat. Er zijn een paar dingen die mensen met de ziekte van Lyme altijd hebben. Dat is kortademigheid. Pijn in de grote gewrichten. En als je het lang hebt, tast het ook je hersenen aan. Ja, een kennis van mij heeft dat inderdaad gehad. Maar even, want het was inderdaad... jij zegt de week van de ziekte van Lyme. En ze hebben dat heel bevattelijk vertaald in de week van de teek. Ja, week van teek. De week van de teek. Waar moet je op letten op dat moment? Dus je hebt een teek, je verwijdert hem en dan? Ja. Waar moet je altijd even op letten? Als je hem weghaalt, daar heb je tangetjes voor. Je moet niet zijn maag sappen, je lichaam indrukken. Dus als je met een platte pincet pakt, dan knijp je hem leeg. En dan ga je juist zijn maag sappen waar die bacteriën zitten. Die druk je lichaam in. Oh. Dus je moet hem achter de kop pakken en je haalt speciale pincetjes. En er zijn er wel 10 soorten in de handel. Maar er zijn 1 of 2 goede pennen waar je een teek met... ze zitten soms een haakje aan, dan trek je hem weg, maar dan knijp je hem niet leeg. Ja. Dat is belangrijk? Ja. En tegenwoordig eigenlijk na elke TKB 2 pillen doxycycline nemen, 100 milligram. Doxycycline. Als je naar je arts gaat, dan krijg je die.
Dus dat is het advies van de raad die erover gaat. Er is een speciale raad voor CBO of zo. Nou, ik heb ze gewoon op voorraad. Want ja, ik ben heel bang van teken geworden en ik kom veel in het bos. En de rode vlek. Ik ben naar de huisarts gegaan. Ik had in mijn liestreek een grote rode vlek. En de huisarts zei, oh, is eczeem. En die gaf een zalfje voor eczeem. En dat was in 2008. Ja. En daar heb ik 5 jaar rondgelopen daarna. En dat is nooit behandeld met antibioticum. Oké. Nou, dan zit het door je hele lichaam heen. Ja. Nou, ik dank je hartelijk. Ja, op een of andere manier, als het over teken gaat, dan wil ik altijd, daarna vind ik dan heel grappig Take on Me draaien van aha. Maar dat is helemaal niet grappig, want het is natuurlijk gewoon helemaal niet grappig om de ziekte van Lyme te krijgen. Nee, het is verschrikkelijk. Je gaat er langzaam dood gaan. Ja. Zal ik het dan gewoon niet doen? Ja, voor mij mag het. Hè. Mag het van jou echt? Ja hoor. Ja, dan ga ik het toch doen. Okay. Want hoe erg het allemaal is, als we af en toe een beetje glimlachen, dat maakt het allemaal weer een klein beetje beter. Dankjewel voor alle informatie, Johan. Doeg! Mevrouw Kleingeld, goedemorgen. Hallo, mevrouw Kleingeld. Hallo, wat leuk dat ik jou een keer spreek. Nou, dan moet je nog luister zo vaak naar jou. Ja. Heel leuk. Zeg, moet je horen. Je had het over de pil bij meisjes, hè? Maar is bij één ding altijd opgevallen, dat je hebt een bepaalde streek in het land waar de meisjes wat kuiser leven, zal ik maar zeggen, als in de Randstad. Oh. Dus, ja. Dus ze beginnen ook wat later met de pil te gebruiken. Dat doen ze pas als ze echt serieus verkering hebben. En dat, zo'n beetje tegen hun 18e. Nou is het me altijd opgevallen dat die meisjes veel langer zijn dan hun leeftijdsgenoten in het westen van het land. Oh. En hoe komt dat nou? Dus het zijn... Ik heb het er ook over gelezen dat meisjes die de pil niet gebruiken langer lichamelijk doorgroeien dan meisjes die op heel jonge leeftijd de pil wel al gaan gebruiken. Oh. En dat zou ik dan eens graag willen weten hoe dat komt. En dat sluit een beetje aan bij jouw onderwerp. Ja. Dus ik dacht, misschien als iemand daar iets over weet, dat hij dan mijn vraag ook meteen mee kan nemen. Maar dan zouden ze, als dat waar is, dan zouden ze dus aan... Want je hebt wel eens meisjes bij wie je al vroeg weet dat ze heel lang gaan worden. Die zouden ze dan op vroege leeftijd eigenlijk al de pil moeten geven. Ja, nou dat gebeurt misschien ook wel. Nou, dat weet ik niet. Ja. Dat zou best kunnen. Ja, nou ja, wie weet. Ja. Nou. Ik weet er eigenlijk niets van af, maar ik weet wel, ik heb jarenlang. Ik woonde in de Randstad en ging ik één keer per week met mijn man naar de Veluwe, omdat ik daar ben opgegroeid. En dan gingen we daar een fijne wandeling maken. En het viel ons altijd op dat die meisjes die dan van school naar huis fietsen, dat meestal lange meisjes zijn. Ik heb het nog nooit gehoord. Daar, maar... Ja, echt waar, ja. Ja. Nou, 0800-1121. Ik ga eens kijken of ik... En nog een andere vraag voor u, ja. Ja. Als het nog kan, hè. Nou, als u nu er toch bent, ja. Ja, nou, ik er toch ben. Ja. Wie heeft eigenlijk, of welk land heeft eigenlijk, of welke beschaving... heeft de volgorde van het alfabet opgesteld? Of eigenlijk het hele alfabet? Ja, hoe komt het nu dat je eerst A krijgt, dan B, dan C, dan D, enzovoort? Volgens mij Want is dat... Het is namelijk niet voor ieder land, voor iedere taal, voordelig. Je hebt talen, daar komt de C amper in voor. Je hebt talen, daar komt de Y, die bijna aan het eind zit, of de X, vaak in voor. En... Onder welke beschaving heeft de volgorde van het alfabet ingesteld? Dat eerst de A komt, dan de B, dan de C, enzovoort. Ja.
Ik zeg... Dat heb ik nooit een antwoord op gevonden. En dat zou ik wel eens willen weten. Want er zijn talen, staan net als vooraan of achteraan, die misschien weinig of vaak gebruikt worden. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, alleen het is toch niet zo dat we die Y op het einde hebben gezet omdat die niet zo vaak gebruikt wordt? Precies. Oh. Dus dat komt uit een andere beschaving die hem achteraan heeft gezet omdat hij weinig gebruikt wordt. Nee, maar wie zegt dat die volgorde is bepaald door de meest voorkomende en de minst voorkomende letters? Dat is toch helemaal niet... In bijna alle talen komt de O heel vaak voor, maar die staat niet vooraan. Nee. Dus wie heeft dat opgesteld, die volgorde? Ja, wie kunnen we hiervoor verantwoordelijk houden? Ja. Ja, want in het Engels bijvoorbeeld heb je een Y heel vaak. En in het Nederlands bijna nooit. Nee. Dat is ook dus zo. Dus wie heeft die volgorde bepaald? 0800-1121. Ik ga op zoek, mevrouw Kleingeld. Dag, lieve Astrid. Dag, fijne nacht nog. Dag. Tom. Hallo, met Tom. Ik ben nog steeds wakker, hoor. Echt? Ja, nou, ik luister altijd van 2 uur tot 6. Hè. Dan ga ik lekker op mijn bed liggen. Ik hoor dat graag. De radio zag je dan. Mooi. En dan, ik heb nog een vraag aan je. Mm-hmm. Al die dialecten die wij in ons land hebben. Hè. Ik ben in Rotterdam, ik heb misschien wel horen. Joh. Maar je hoort dat ook als je uit Den Haag komt, hoor je het. Uit Amsterdam hoor je het. Mm-hmm. En dan daar. Waar ligt dat dan? Dat in een korte tijd, hè, van 10 of 20 kilometer korte afstand, andere dialecten zijn. Ja, maar vroeger was natuurlijk, 20 kilometer veel meer dan nu, hè? Ja, dat kan. Maar daar is 20 kilometer hier wat aan, zeg maar. Ja. En dan hoor je dat ook. Hoor je precies dat die man uit Den Haag komt, ja. Of uit Amsterdam. Hoor je het aan mij ook dat ik in Rotterdam ben? Of nou, een heel klein beetje. Ja, door de telefoon hoort je een beetje moeilijk. Ja. En dat is mijn vraag waar dat aan ligt. En daar heb ik eigenlijk een oplossing. Ik kom daar niet uit. Daar wou ik misschien nog even bij wil helpen. Ja. Het is zwart. Oh jee. Het zit in een boom. En het glinstert. Weet jij dat misschien, of niet? Nee, maar ik heb een vermoeden dat je het me gaat vertellen. Dat ga ik vertellen. Nou, een kruim en een gouden tand. Hé, hey, bedankt, Tom. Nee, ik heb nog een klein dingetje voor je. Ja. Het gaat over die kreeft, hè. Ja. Daar kom ik voor een begeveling, een porcelan. En dan gaat mijn kleinzoon... Maar wacht even, Ton, wacht. Ik kan je niet meer verstaan. Dus je moet blijven concentreren, zeg maar, op de zinnen. Nou, mijn kleinzoon die gaat altijd op krabbetjes vangen. Ja. En dat doet hij met een stukje lijn dan, met een knijper dan. En dat is echt waar. Dat is geen mop. Nee. En dan haalt hij die krabbetjes mee naar boven. Dat kun je informeren, maar dat is echt waar. Dat is geen mop van kreeft of wekkers. Dat is echt. Oké. Okay. Goed. Misschien daar gaan, misschien hebben ze een antwoord op. En dan dat antwoord over die dialecten van Nederland daar. Ja. Dat zou ik wel eens willen weten. Ik ga op zoek, Ton. En dan ga ik nou verzinnen. Heb ik volgende week wel weer een paar. Ja. Maar op zich red ik me ook, hoor. Ik vind het heel lief van je dat je zo meedenkt. Wat heb je? Nou ja, dat vraag moet natuurlijk wel ook echt... Het moet wel een prangende vraag zijn. Je moet ze niet gaan zitten bedenken gewoon om mij te helpen. Nee. Oh, okay. Ik heb echte vragen. Nee, dan is het goed. Ik kom ook veel in programma's van Radio Rijn, want dat programma ken je ook wel. Nou, en dan zit ik ook wel eens in discussieprogramma's. Oh, kijk. Dus dan, en dat zijn serieuze vragen. Ja. Dat zijn geen hey, dit geen ook, hè? Hey. Dit zijn hele serieuze... Nou, bedankt, Ton. Jij ook bedankt voor het aannemen. Joe, doei. Hoi. Pieter. Dag Astrid. Dag Pieter, zeg het eens. Serieuze vraag. Ja, een bloedserieuze vraag. Kom maar door. Vitamine D. Van Dirk. Ja. Als je buiten loopt, dan in de zon, dan neem je vitamine D op. Ja. Is dat zo? Hoe komt dat? En hoe breng je dat naar binnen toe? En hoe snel zit het in je lichaam? Oh. Ja, dus je gaat naar buiten, de zon in. Ja. Want de zon schijnt dat te doen. Ja. Maar hoe werkt dat dan? Ja, dat is best een goede vraag. Nou, zie je nou? Nee, ja, want mijn vriendin die woont in Amsterdam.
En ja. Die komt eigenlijk gewoon niet zo vaak buiten. Wat dus niks mee te maken heeft dat ze in Amsterdam woont. Maar die komt niet zo vaak buiten. En die had op een gegeven moment een vitamine D tekort. Ja, ja. Dus nou ja, dat hebben de meeste mensen in de winter. Ja. Schijnen dat een beetje op te souperen. Dat het dan acuutje leeg loopt. En dan de zon die maakt het weer goed. Maar hoe dan? Ja, want, want zij moest dus druppeltjes maar en op het balkon zitten. Vond ik zo mooi. Ja. Ja. Gaat u maar op het balkon zitten. Ja, er zijn natuurlijk medicijntjes voor. Ja, maar wat gebeurt er dan? Ja, nou ja misschien dat je lichaam het aan gaat maken op het moment dat je in de zon zit. Ja, maar wat zorgt daarvoor dat de dat je lichaam dat weet? Met de zon het doet. Wauw. Is dat net als, weet ik veel, het groeien van gras of zoiets? Dat het, ik denk dat het heel iets anders is dan het groeien van gras. Maar ik weet er niks van. Pieter? Geen idee. Pieter? Ja. Ik zeg 0800-1121 op zoek naar een antwoord over de vitamine D. En natuurlijk ook naar nieuwe vragen. Nachtzuster, een programma van Max. Jenny. Hallo. Dag. Jenny uit Rotterdam. Nou, dat is Rotterdam. Nee, ik kan dat niet. Ik moet het ook niet proberen. Maar hallo Jenny. Nou, ik had een vraag over een app. Ja. De telefoons. Ik heb een vriendin, die heeft een zoon. Ja. Meerdere, maar goed. Ja. Die ene heeft dan een app. Ja. Ja. En ze zegt, hij kan me overal zien. Ja. Hij kan me overal horen en waar ik heen ga. Ja. Ik zeg, joh, dat kan niet. Ik denk, nou, daar is een steekje los. Maar het schijnt te kunnen. En nu vraag ik me af, is dat zo? Maar hij kan haar ook overal horen? Hij kan gewoon, traceren, zeg maar, haar telefoon... Ja, hij... Oh, traceren, ja. Nou ja, waar ze is. Ze zegt, hoe kon die nou weten dat ik daar en daar geweest ben? En in huis ook. Ze zegt, wat ik ook doe, kan die zien wat ik doe? Ik zeg, nou, dat... Maar daar wil ik graag een antwoord op hebben. Tenminste, als er iemand is die daar zo mee bekend is. Maar als jouw vriendin staat te strijken, dan kan hij zien dat ze staat te strijken. Precies. Nee. Ja, nou, ik moet niet denken dat ik daar sta te doen zelf. Ja, precies. Nou ja, de kinderen. Maar... Ja. Nee, maar je kunt wel tegenwoordig gewoon vrij makkelijk zien. Kijk, dan zien we niet, Jenny, waar jij bent, maar wel waar je telefoon is. Dat kun je vrij makkelijk aanzetten. Oh, op dat manier, dat ze dat... Ja, dat is toch niet gek? Je kunt toch ook, als je in de auto zit, dan kun je toch ook je systeem aanzetten, waardoor je kunt zien waar je bent ten opzichte van het adres waar je naartoe wilt? Ja, dan doen ze die routebeschrijving aanzetten met GPS en nog wat, weet ik veel. Maar dan denk ik van, als ze dan in huis kunnen zien wat je doet en hoe je bezig bent, dan denk ik, jemig, kan dat nou? Maar dat is mijn vraag eigenlijk. Maar je bedoelt. Dat is haar vraag dan. Ja, maar zij denkt dat haar zoon kan zien dat ze de tomaten aan het snijden is voor de soep. Nou, bij wijze van spreken en waar ze naartoe gaat. En waar ze van plan is om naartoe te gaan of wanneer. Nee, of ze... Ja. Ze ziet, hij moet kunnen zien, tenminste. Ja. Waar zij is op dat ogenblik of waar ze loopt. Nou ja, zeg maar wat. Ja. Ja, vind je het niet gek? Nee, ja, ik heb dat ook bij mijn dochter. Ik kan altijd zien waar mijn dochter is. Kijk, dat bedoel ik. Ja, maar ook ik kan niet zien wat ze van plan is verder. Nee, dat is vooruitzien. Dat ja, niet. En ik kan ook niet zien als zij een tekening zit te maken of ze is... dat kan ik niet zien. Ik kan niet zien dat ze een tekening aan het maken is. Je kan niet zien als jij weg bent, bij wijze van spreken, of er iemand in huis kan zien waar... Ik kom er niet uit met haar hoor, maar goed, ze zegt vraag het is. Ik zeg, nou, ik zat even naast te staan. Ja, dat lijkt me gewoon altijd de beste oplossing. Ja. Daarom. Maar ik wil dat nu wel. Ik wil wel graag als mijn dochter, zeg maar, de stukjes appel aan het verstoppen is in de bloempot, dan zou het wel fijn zijn als ik dat kan zien. Ja. Bedenk ik nu. Ja, je weet niet. Dat is allemaal zo... raar geworden, het is niet meer een gewone telefoon. Je kan er van alles mee en je kunt er bijna niet meer mee bellen. Nee. Dat is... ik heb serieus, bij ons in huis kan ik niet bellen. Nee.
Wat? Niet bellen met het niet, ja toch? Nee, met de telefoon niet. Mijn telefoon doet het niet bij ons in huis. Op dat... Oh. Ja. Dus ik kan wel zien waar mijn dochter is. En ik kan 100.000 spelletjes spelen. En ik kan twitteren en facebooken en mailen en weet ik wat. Maar bellen, dat is helaas behoort niet meer tot de mogelijkheden. Ik kan zien wat voor weer het wordt. Ja, dat moet je weer app raadplegen. Ja, dat dan weer wel. Ach jee, toch wel. Daar leven we in tegenwoordig. Maar goed, maar jouw vriendin heeft een app waardoor haar zoon kan zien wat ze aan het doen is. En jij wil graag weten nee, of dat... die zoon heeft een app. Ja. Zat er meerdere zijn. Er moet contact zijn tussen de telefoon van je vriendin en de telefoon van haar zoon. Of hij moet haar gechipt hebben. Ja, dat zou ook kunnen. Maar hoe komt ze ervan af? Dat met die gedachte. Je kunt gewoon het hele huis met aluminiumfolie bekleden. Ja, en haar zelf ook. En haar zelf ook. Dat lijkt me. Kun je mij dan even een foto appen? Ja, dan zou ze alleen de ogen en de mond eventjes open moeten maken. Ja, maar dan kan hij weer zien waar de ogen zijn. Nee. Nou, maar het is toch een gek gedoe, hè? Maar ze kunnen van alles, ook de politie, hè? Die kunnen dat wel natuurlijk. Nou ja, maar het is op zich... Ik maak er nu een grapje van, maar... en jouw vriendin... Jullie zijn natuurlijk nog jonge blommen, maar als jouw vriendin wat ouder wordt en misschien eens een keertje de deur uitgaat, dan is het toch wel fijn als je haar altijd terug kan vinden. Ja, maar goed, ik bedoel, ze heeft het helemaal niet nodig. Nee, hoeft nog niet. Nee. Ik vind het zo, ik vind het een raar verhaal, maar ja, je hoort van die rare dingen. Ik zeg nou, ik ga het eventjes appen. Ja, app het maar even. Ik zeg 0800-1121. En dan moet dus de vraag of... hoe moet ik de vraag stellen? Nou, ik zou zo stellen. Ja. Ga ik op jouw stoel zitten? Ja, ga maar even zitten. Ja. Kun je met een app... Als je een app hebt... En je gaat... Kan je dan traceren waar je moeder... Ik zeg nou moeder... Ja. Waar ze is of... En in huis, wat ze allemaal doet. Ja. En hoe kan ze dat, als het zo is... Ja. Hoe kan ze dan dat... Uitzetten. Nou ja, of iets. Ja. Hoe kan dat? En ik hoop dat er nog heel wat wakker is om dat eventjes te laten horen. Ja, dat komt vast goed. Ja. Nou. Dankjewel, Jenny. Dankjewel, Astrid. Okay. En ik hoor het wel. En een fijne dag vandaag. Hetzelfde. Dag. Dankjewel. Doei. Ik blijf luisteren. Hè? Oh, dat is altijd heel prettig. Ja. Marja. Ja, ik heb... Dag, Astrid. Hallo. Ik heb een reactie op die dialecten in Rotterdam. Ik woon in Twente. En hier, de dorpen spreken... Elk dorp spreekt het verschillend uit. We hebben wel één dialect. Een Twents woordenboek, een Twentse bijbel. Maar ze kunnen elkaar allemaal verstaan. Maar elk dorp heeft gewoon zijn eigen uitspraak. En dat is hetzelfde als bij Rotterdam. En ik denk dat je zelf daar het juiste antwoord op gaf. Want vroeger waren die contacten toch wat moeilijker als tegenwoordig. Maar het riep ook een vraag op. Mm-hmm. Van, ik zit dus bij de grens. En vlak over de grens, daar spreken ze dus gewoon Twents. Dat noemen ze Platdeutsch. Maar Platdeutsch is een Europees erkende taal. En dat strekt zich uit over een heel groot gebied. En dan neem ik aan dat daar ook verschillen in zitten. Maar als het een erkende taal is, dan zullen ze ook een woordenboek hebben. En tot mijn stomme verbazing... Nou, dus vlak over de grens is het gewoon precies hetzelfde. Maar tot mijn stomme verbazing was er voor de NDR... een aantal maanden geleden een interview met een man en een vrouw... op een boerderij over het maken van worst... En die spraken in Emsdette, woonden ze, en die spraken Duits, Nederlands en Twents helder door elkaar. Dus helder Duits, helder Twents en helder Nederlands.
Ja. En ja, dat is een half uurtje rijden hier over de grens. Dus ik dacht, dat zal dan wel het echte platdeutsch zijn. Maar ik was heel verbaasd. Ik kon het ook helemaal niet plaatsen. En zowel die man als die vrouw, die spraken op die manier. En ja, daar heb ik dus een vraag over. Van, ja, hoe zit dat dan? Dus het was echt van, het Duits werd het Duits uitgesproken. Het Nederlands werd Nederlands uitgesproken. En het Twents echt Twents. Ik denk, nou, het was zo'n raar mengelmoesje. En het duurde wel een half uur, dat interview. En het was heel consequent, alles door elkaar. Dus ik heb een vraag van, weet iemand hoe dit te plaatsen is in het taalgebeuren? Ja, hoe moet ik dat nou eens omschrijven, Marja? Ja, ik vond het ook zo'n vreemd verschijnsel. Ja. En ja, het ligt iets verder dan, ja, dus over de grenzen spreken ze gewoon, ja, ze noemen het platdeutsch, maar het is dus hetzelfde. En het ligt gewoon iets verder. En dan denk ik, ja, hoe doen ze dat? Hoe zit dat? Ja. Nou, weet je, ik hoop gewoon dat iemand het helemaal gevolgd heeft. En ik, nee, joh, dat zit zo en zo. En dat die nu even de moeite neemt om te bellen. Ja, maar het verschijnsel wat in Rotterdam is, van dat op verschillende plaatsen ook verschillen zijn, dat is hier dus ook zo. Ja. Ja, maar vroeger was het natuurlijk gewoon, dan woonde je in een gemeenschap en daar ging je ook niet weg. En als ik heb ook af en toe met mijn vriendinnen woorden die zich door de jaren heen, dat als ik dat woord zeg, dat ze precies weten wat ik bedoel. Ja, dus nou, ik denk ook dat dat het antwoord is. Ja, hè? Ja. Dat gewoon, maar nu nog steeds speelt, hier in Twente speelt dat heel duidelijk nog steeds. Ja. Er zijn mensen die het ook precies weten. Oh, die komt dat door. Ja, dan hoor je het meteen. Dat weten ze dan direct. Ja. Goed, Marja, ik hoop dat iemand je van een antwoord kan voorzien. En ik dank je in ieder geval voor het bellen. Ja, ook bedankt. Dag, fijne vrijdag. Dag. Hoi. Oh, ik heb Ruben nog helemaal niet aan de telefoon gehad vannacht. Ik zou toch bijna het cryptogram vergeten, oftewel de crypto. De opgave van vannacht bestaat uit 10 letters en luidt als volgt. Fijne korreltjes van de koe. Fijne korreltjes van de koe. De oplossing moet dus bestaan uit 10 letters. En die kun je doorgeven via 0800-1121. Henry. Henry. Hallo. Probeer het een keer zo. Wie is er nu aan het wachten? Hallo. Hallo, met wie? Ja, met Jos. Hi Jos. Hi, een antwoord over de vitamine D. Ah. Als de UVB... Jos, heb je je radio aanstaan? Nee. Heb je je handsfree aanstaan? Ik zit wel bij een laptop, misschien is dat het. Nee, ik weet niet wat het is, maar je hebt echt een galm alsof je alsof je in de Ziggo Dome aan het soundchecken bent. Nog steeds? Ja. Oh. Nou, dan zal ik het kort houden. Ja. Als de UVB-stralen op de huid komen, dan wordt cholesterol omgezet in vitamine D. Oh, dat is nog eens makkelijk. Wat zitten we toch goed in elkaar, hè? Nou, de natuur is een ongelooflijk wonder. Ja. En ook de meeste 50-plussers kunnen het beste in de winter vitamine D supplementeren. Ja, dat we dat eventjes meenemen. Dat we ja, in ieder geval... omdat gewoon te weinig zon... Ja. Of op het balkon zitten, dat mag ook. Ja, maar de zonkracht is klein winter. Oké. Okay. Dankjewel, Jos. Oké. Okay. Doei. Doei. Mevrouw van Klaveren. Ja, hallo. Ik bel voor Bas voor zijn shirt. Oh, gelukkig. Voor die polo shirt. Gelukkig. Die moet hij niet laten verkleinen. Nee. Want die kraag, die is geweven. En die weven ze op maat. Dus als hij het kleiner laat maken aan de mouwen en aan het lijf, dan wordt die kraag veel te groot voor zijn nek. Snap je? Nee, ik probeer het me voor te stellen. Nou, die kraag van een polo-shirt,
die wordt geweven op maat. Ja. Dus ze maken zoveel maat kragen voor dubbel XL en small en medium. En als hij dat laat vermaken, dan krijgt hij nooit die kraag goed. Want dat blijft een grote kraag. Die kan je niet omzomen. Omdat maar die dus geweven is. Maar ja, dan heeft hij een grote kraag. Dat geeft er niet, anders kan hij het helemaal nooit aan. Nee, die kan die ook niet aan. Het is gewoon jammer als die dat laat vermaken. Oh, oké. Okay. Nou, dan moet hij een hele grote vriendin zoeken. Dan kan die vriendin dat poloshirt aan en dan kan hij naar de want er stond reclame op het shirt. Bijvoorbeeld, maar ja. Het is toch gewoon jammer als hij blij is met die shirt, dat verprutst wordt. Ja, dus niet doen. Daarom dacht ik, er heeft nog niemand gebeld. Nee. Ik denk, laat ik maar even bellen, want ik weet hoe het zit. Ja. Ik heb mijn leven lang eigenlijk altijd veel naaiwerk gedaan. Kijk, nou, dus niet verkleinen de polo's. Nee hoor, moet hij echt niet doen. Heel goed. Nou, bedankt. En ik kwam het vragen aan andere mensen die goed kunnen naaien. Ja, je weet het niet. Dat kunnen ze niet met zo'n kraag. Laat hij maar opletten hoe die kraag is. Dat is geweven. Ja. Dat is niet genaaid. Nee, hij moet even goed de kraag bekijken en dan komt hij er wel van terug. Oké. Okay. Bedankt. Goed zo, dag. Dag. Bob. Ja, goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Wat vind ik altijd fijn om jouw stem te horen op de radio. Hè, gelukkig maar. Altijd, ja, altijd bijzondere vragen. Hé, hey, Astrid, ik heb even een klein probleem. Oh. Afgelopen week heb ik een nieuw kozijn gekregen. En het oude kozijn, daar zit een enorm stuk dubbel glas in. Een thermopaneglas. Hmm. En nu kan ik die niet zomaar vervoeren. Nou krijg ik het idee van, hoe krijg ik dat nou kleiner? Ja. Je kan hem natuurlijk op een deken leggen en in elkaar slaan en dan gewoon als glas meenemen. Maar, oh ja, ja goed idee. Ja, dat is op zich niet handig, want je krijgt natuurlijk een ontzettende hoeveelheid rommel en scherven de hele reutemeteut. Mm-hmm. Nou krijg ik ineens het idee, ik heb het op internet opgezocht, maar daar krijg ik ook geen antwoord op. En ik dacht, misschien pak ik de haakse slijper, ik zet hem in het thermopaneglas en ik kijk wat er gebeurt. De haakse slijper. De haakse slijper. Nou, daar kwam ik zelf op. Mijn vrouw die zegt van, nou, dat moet je niet doen, want je krijgt een enorme... Nou, wat weet zij nou van haakse slijpers? Genoeg, want wij hebben met z'n tweeën al heel veel tegels doorgeslepen. Met de haakse slijper. Met de haakse slijper, dus dat vind ik een prachtig ding. Maar ik zat me gewoon af te vragen, ja, er zit natuurlijk een bepaalde luchtdruk op, of vacuüm, maar wat dan ook. Ja. En als je het randje door bent, ja, wat gaat er dan gebeuren? Oh, echt? Moet ik dan rekening houden dat de boel alsnog uit elkaar ploft? Of moet ik gewoon zorgen dat het... ik heb het nog niet gehoord. Ik kwam ook op het idee. Ik denk, dat lijkt me het idee om het glas kleiner te maken. Wat een toestand. Ja. En ik het naar de glaswerk kan brengen. Hey Bob. Ja, zeg het eens, Astrid. Ja, wat is een haakse slijper? Een haakse slijper. Een haakse slijper is een apparaat. Ja. Waar een, haaks. Ja, waarmee, er zit een grote slijpapparaat in, een soort slijpschijf. Ja. En daar kun je tegels mee doorzagen, je kunt er metaal mee doorzagen. En als je dus echt een klein stukje, het is eigenlijk een soort zaagmachine. Maar je kunt hem natuurlijk ook gebruiken bijvoorbeeld om te flexen, dan heb je een... Dan heb je iets waarmee allemaal lapjes op die schijf zitten. En dan kun je gewoon iets heel mooi roestvrij maken. Nou ja, dat soort dingen. Het is in ieder geval een handig ding. Ja, dat is een ontzettend handig ding. Die wordt heel erg veel gebruikt in de bouw. En hobbymensen weten ook precies wat je ermee kunt. Oh, oké. Okay. Nou kijk, je hebt verschillende soorten slijpschijven bijvoorbeeld. Vertel verder. Ja. Ja, je hebt bijvoorbeeld eentje met diamantjes waarmee je tegels kunt doorsnijden. Ik heb zelf mijn bakstenen, heb ik ermee doorgeslepen om op te plakken op een betonnen latij die boven het kozijn komt te hangen. Ik zal je uitleggen wat een betonnen latij is. Nee, doe dat maar niet. Oké. Okay. Maar goed, dat is even mijn vraag. Wie weet wat er gebeurt als ik met een haakse slijper in een... Haakse slijper. Hele thermopaneglas ga doen. Wat er dan gebeurt? Waar moet ik op letten? Kijk, ik heb natuurlijk zelf altijd oogbescherming op. Ik heb een beschermende kleren aan. Ik heb een mondkapje voor. Dus
daar zit hem het allemaal niet in. Maar wie kan mij vertellen wat er gebeurt als ik een thermopeenraam met een haakse slijper aangeslijp om hem kleiner te maken? Het is een geweldig ding, de haakse slijper. Je kunt ermee slijpen en flexen en twerken en wat je maar wil. Ja, je kunt er alles mee doen, maar het is en blijft een gevaarlijk apparaat. Omdat het gewoon, het heeft heel veel kracht. Het is een soort, het is eigenlijk een soort zaagmachine, gebruik ik hem voor. Dus je kunt er tegels als harde tegels, als bakstenen, als hout is wat minder verstandig, dat kun je. Ik neem even, want eigenlijk in principe het hele principe van dit programma is dat mensen nu naar 0800-1121 bellen om het antwoord te geven. Alleen in dit geval lees ik even een bloemlezing voor uit de chat. Ja. Het begint met zou ik niet doen, met heel veel uitroeptekens. En het anderste uiterste is deze man wordt naar de polykliniek gebracht. En even kijken wat ik. Met een slijpschijf op zo'n glasplaat vliegen de glasscherven om je harses. Goed, nou ja, dan dat is wat mijn vrouw ook al zei. Ja, die zei ook al van het vliegt om je harses. Limodopje zegt: laat deze beller het alstublieft niet doen. Oké, nou dan. Dan heb ik gelijk via de chat al het antwoord. Ja, ik denk ik zeg het meteen even. Want als je nu in slaap valt en je denkt morgen, nou, ik heb niks meer gehoord, het zal wel goed zitten. Lieverd, ik ben net wakker uit een fantastische slaap. Dus dat komt helemaal goed. Nee, goed, dan is het antwoord al direct duidelijk. Ja, precies. Doe maar dan, niet. Dan moet ik. Maar ja, hoewel, we kunnen gewoon de vraag nog doen. Wat moet je nu met je thermopeen? Nou ja, dan moet ik een even vervoer regelen om hem af te laten voeren. Even kijken hoor, want Suf Nick, wat ik echt wel een hele mooie naam vind om te kiezen als je dan mee gaat chatten, maar dat terzijde. Dubbel glas moet je geloof ik mee oppassen, want ertussen is het vacuüm, dus die ruit kan springen. Precies, nou ja, dat weet ik dus. Maar ik durf het dus, ik zat net met mijn buurvrouw, tenminste was gistermiddag met mijn buurvrouw. Ja. Dacht ik ineens van, hey, ik kan met de haken slijpen, kan ik het doen. Ja, het is, ik begrijp het wel dat als je een haakse slijper in huis hebt, dat je er ook iets mee wil. Nou, dat is het niet. Maar ik zat me gewoon af te vragen, hoe krijg ik het grote stuk thermopeen van... Ja, dat is het belangrijkste. Nou, als van 1,5 bij 2 meter krijg ik die klein. Ja. Ja, kijk, het past niet in mijn auto, want mijn auto is maar beperkt. Dat is de maximum lengte en hoogte is 1,20 bij 1,80. Dus ja, dat houdt op. Zal ik nog even voorlezen? Daarom lees ik eigenlijk nooit voor uit de chat. Want het wordt natuurlijk vrij eentonig als ik alleen maar zit voor te lezen uit de chat. Maar zal ik nog even voorlezen? Ja, ga rustig. Ja, ga rustig voor zitten lezen. Ik ben gewoon ontzettend nieuwsgierig. En het is bedenkt voor je begin. Ja. Dus vandaar. Nou ja, Bus die zegt dat het verhaal van Sufnik dat weer niet waar is. Dat er geen vacuüm tussen zit. Gerwin die zegt voorzichtig een gaatje inboren. Maar ik weet niet of je een haakse slijpboor hebt, dus dat kan misschien lastig worden. Laat ik zo zeggen, ik heb ook een boormachine waar... Heel voorzichtig. Kijk, ik kan doen, kijk, in zo'n thermopeenglas, daar zit omheen zit daar metaal. En daar zou ik eventueel van tevoren dus een gat in kunnen boren. Dat wat er gebeurt, dat daarmee ook, of het vacuüm is, dan kan de lucht erin zuigen. Ja. En dan is het gewoon, dan is die druk eraf. Ja. Maar ik vraag me gewoon af, wat gebeurt er als je met een haakse slijper glas gaat slijpen? Ja, nee, dat moet je niet doen. Maar je kunt hem wel verkopen op de vrijmarkt als tafelplaat. Je kunt hem, even kijken, je kunt hem op marktplaats zetten. En dat met die deken en kapot slaan. Ik word gewoon gebeld. Even kijken wie er nu belt, hoor. Met Astrid. Ik moet blijven hangen aan de telefoon. Oh ja, dat had ik inderdaad. Maar ik ben eventjes op Radio 1. Ja. Ja, is goed. Geweldig dit. Wordt gewoon gebeld door Radio 2 omdat ik een plaatje van David Hasselhoff had aangevraagd. Ja, dat moet ook gebeuren om 5 minuten over 5:30. Fantastisch. Ze bellen over 4 minuten terug. Ja, nou ja, dat schiet ook lekker op. Waar waren we? Nou, we waren gewoon bij het idee dat ik, wat jij al zei, dat ik hem op marktplaats kan zetten en wat dan ook. Maar als tafel.
Maar goed, ik wil hem eigenlijk uit mijn tuin weg hebben zo snel mogelijk. En ja, ik heb een paar kilometer verderop zitten glashandel. Ja. Ik kan natuurlijk ook vragen van, goh, als jullie langsrijden, neem hem even mee. Het is misschien helemaal niet het slechtste idee. Nee, maar goed, weet je, ik zat gewoon te denken van, ja, creatief wezen en probeer het eens een keer uit. Kijk, jij krijgt allemaal van dat soort, ook van dat soort vragen van, heeft iemand daar ervaring mee en heeft iemand, weet iemand daar vanaf? En nou, ik ben al heel verbijsterd en gelukkig verbaasd dat je al zoveel reacties hebt gehad. Ja, dat mensen ook onmiddellijk weten waar je het over hebt. Ja, en nou, over Twents gesproken. Ik kom zelf uit een klein dorp in Twente. En mijn ouders die verboden mij dialect te praten. Nu zijn ze al 20 jaar dood en ik praat nog steeds. Ik spreek nu gewoon weer, na zoveel jaar, dialect. Mm-hmm. En het is ontzettend leuk om te horen. Ja, ik kon wel in Twents doorgaan. Dat ze gewoon kunnen zingen van, ja, ik zeg altijd maar, met een skoefkoor Geert Hennega. En misschien is dat een vraag voor iemand die kan zeggen van wat dat betekent. Met een skoefkoor Geert Hennega. Is ook zo. Ja. Ja. 0800-1121 voor de vertalingen, antwoorden, cryptogramoplossingen en nou, nieuwe vragen lijkt me een beetje onzinnig met nog 24 minuten te gaan. Okay. Hey, succes ermee, hè? Dankjewel, Astrid. En in ieder geval bedankt voor de moeite van de luisteraars en van jou. En het is fijn om jou een keer aan de telefoon te hebben gehad. Insgelijks en voorzichtig. Okay. Doeg. Hey. Hoi. 0800-1121. Timo. Hi, Astrid met Timo. Hallo, Timo. Hallo, in het begin werd er een vraag gesteld over waarom naakte vrouwen op de afbeeldingen of de producten staan afgebeeld of in de reclames. Ja, dat is, even terug naar de 2:03, ja. En toen werd eigenlijk gezegd van, nou, mannen worden altijd aangetrokken door naakte vrouwen. Nou, zo werd het niet helemaal gezegd, maar eigenlijk wel bedoeld. En toen zei je ook nog van dat mannen daar de schuld van hebben. Zei ik dat? Volgens mij zei je zoiets. Mannen nee. Schuld van dat ze aangetrokken worden naar de vrouw of dat ze ze op de producten zetten. Ik weet het spijt me, Timo, ik weet het niet zo goed meer. Nou, in ieder geval, volgens mij is het gewoon gebruik maken van de evolutionaire selectie die geweest is. Om zeg maar überhaupt kinderen te maken, moeten mannen en vrouwen tot elkaar aangetrokken worden. Ja. Dus dat zit biologisch in ons DNA. Of in ons bij de meeste wel. Ja. Verankerd. Ja. Daar worden ze ook dus op geselecteerd. Want mensen die zich niet aangetrokken voelen tot het andere geslacht, die planten zich niet voort. Nee, dat is ook zo. Nou, en die vrouwen die in de reclames worden gebruikt, dat zijn meestal vrouwen die aantrekkelijk zijn om je mee voor te planten. Dus in die zin is het dan, hoe heet dat? Bijna voor een man moeilijk om dat te negeren. Ja, precies. Je kunt het ze ook niet kwalijk nemen. Nee, en jullie hebben zelf gekozen welke mannen zich voorplanten. Dus is op zijn minst gedeelde schuld, denk ik dan. Nee, je hebt helemaal gelijk. Oké. En dan over dat Ja. Ik denk er ook heel vaak over na. Ik vind het ook niet vervelend. Nee. Ik vind het wel vervelend als... ik vind het niet vervelend, want die meneer vond het wel vervelend. Ik vind het wel vervelend als ze hun zinnen niet afmaken. Maar dat heb ik al eerder gezegd, dus daar ga ik niet nog een keer over beginnen. Maar wat me wel opvalt, is dat de meeste mensen die dat zijn mensen die... Ja, het kunnen ook mensen zijn die niet gewend zijn om te praten. Dus die naar woorden moeten zoeken. Ja. Dat kan ook. Maar het zijn ook wel mensen, en met name met schrijvers komt dat vaak voor... mensen die beroepsmatig zich gewoontegetrouw bezighouden met het herformuleren van teksten... En die dan zoveel keuze hebben in een automatisme, zoveel keuze hebben om iets te formuleren, dat ze naar de beste uitdrukkingsvorm of de mooiste uitdrukkingsvorm zoeken. Ja. Daar hebben schrijvers vaak last van. Ja, dus het is eigenlijk gewoon toe te juichen. Nou, want als je even zegt, dan komt er daarna waarschijnlijk een mooier woord dan wanneer je geen zegt en een voor de hand liggend woord gebruikt.
Nou, dat hoeft niet. Ik heb zelf twee fasen doorgemaakt. Ik heb echt een overgang meegemaakt. Zelf van nadenken over de woorden die je zegt. Dus dat voordat je wat zegt, dat je nadenkt over de woorden die je gaat zeggen. En waarschijnlijk zei ik toen heel vaak Maar ik heb ook een periode gehad dat ik gewoon maar in het wilde weg praten, zonder erbij na te denken. En dan kwamen de woorden ook uit en dat ging een stuk vloeiender. En bovendien zocht ik dan niet naar de invalshoek, maar liet ik gewoon de invalshoek. Want dat is nog de derde aanvulling die ik wou maken. Mm-hmm. Want wie ook heel veel last hebben van zeggen, zijn filosofen. Want die zijn beroepsmatig juist gewend om niet naar de formulering te kijken, maar naar gewoon echt van welke kant, vanuit welk perspectief, zeg maar, vanaf welke kant ze het probleem benaderen. Okay. Dus die bekijken het vaak vanuit de ogen van de verschillende belanghebbenden of van de verschillende dogma's die ze hanteren of die ze niet hanteren. Dus ja, die zitten dan vaak gewoon te denken van wat zal ik überhaupt zeggen? Ja. Want er is eigenlijk niks te zeggen, per definitie. Dus ja, als je dan toch iets moet zeggen, omdat er iets gevraagd wordt, denk je van nou, dan zal ik maar eens gaan zoeken van hoe ik dat kan construeren. En ja, maar je kan het loslaten uiteindelijk. Als je dat gewoon, zeg maar, aan je onderbewuste overlaat, die formulering en de kant van waar je het aanvliegt, dus de perspectiefkant. Als je dat gewoon aan je onderbewuste overlaat, dan kan het ook vloeiend. Of je kan ook zeg maar gewoon met een vaste set dogma's werken die je gewoon internaliseert, zodat je het altijd vanaf dezelfde kant ziet en gewoon iedere keer dezelfde woordenschat gebruikt. Dan kan je ook relatief ononderbroken praten. Nou, zijn we er doorheen? Oh ja. Nee, ik wou ook nog iets zeggen over die naakte vrouwen. Ja. Want er was een tijdje geleden alweer op Radio 1. Ja. Misschien is dat niet relevant. Oh. Het is echt... iedereen heeft nu de radio harder gezet. Die denkt het gaat over naakte vrouwen. Ja, nou, er was in ieder geval een meisje die had voor de vriendje... Het was nog een jong meisje hoor. Ja. Die had voor de vriendje had ze een naaktfoto gemaakt. En die had ze aan de vriendje gegeven. Gewoon om samen van te genieten dan. Of wat ze er dan ook mee doen. En toen was het uitgegaan. En tot de jongen had die foto gedeeld met andere mensen. Ja, ja, ja. En daar was zij boos op. Hij had echt de schuld van alles. Ja. Van alles. Ja. Maar ik denk van ja, ik ga toch eens een keer een vrouw bellen. Dus ik heb een vrouw gebeld. Weliswaar wat oudere vrouw. Maar ja, ja. Toch. Eentje van, zeg maar, een paar generaties geleden. En die zeg ik van, nou, ik snap best dat ze boos is hoor, maar je hebt toch ook zelf verantwoordelijkheid dat je niet zomaar aan iemand met wie je niet getrouwd bent of waar je niet, zeg maar, ervan uitgaat dat er echt afspraken onderling zijn gemaakt, dat je niet aan de eerste de beste jongen je naaktfoto's gaat delen. Dat je überhaupt naaktfoto's van je laat maken. Want die vrouw die op die producten staan, die doen toch ook die kiezen er toch ook voor om op dat product te staan? Nou, maar dat is niet vergelijkbaar met dat je iets deelt met je vriendje. Nee, maar je bent niet gedwongen, tenminste, ik neem aan dat dat niet gedwongen is om je naakt te laten fotograferen. Of je naakt, daar kies je ook zelf voor. Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat je ervoor kiest om dat met de halve wereld te delen. Nee, dat niet. Maar draag je ook helemaal geen verantwoordelijkheid ervoor dat gedeeld kan worden? Nee, als ik denk, ik stuur Timo een foto van mijn haakwerkjes, omdat ik het leuk vind om aan Timo te laten zien, en jij zet het vervolgens voor de hele wereld om te zien ergens op internet, dan had je dat wel even met mij mogen overleggen. Ja, dat ben ik met je eens. Er gaat ook een heel groot deel van de verantwoordelijkheid gaat er naar mij toe dan, in dit geval. Maar als jij niet wil dat iets in de openbaarheid komt, dan kan je toch ook beter niet fabriceren, laat ik het zo zeggen. Nee, maar dat vind ik niet. Ik wil alsof je alles wat je niet in de openbaarheid wilt komen, dan vervolgens ook moet verbergen of nooit meer mag vastleggen. Nee, dat vind ik niet. Maar goed, we kunnen van mening verschillen. Oké, maar in ieder geval, dacht ik, daar moest ik heel sterk aan denken in dit kader. Dus ik dacht van, nou ja, dat was het. Oké. Bedankt weer, Timo. Oké. Doei. Hoi. Elwin. Ja, goedemorgen. Astrid met Elwin. Goedemorgen. Zeg het eens. Ik had een antwoord, denk ik, op de vraag van Jenny over die apps. Ja.
Ja, je hebt bepaalde apps. Mm-hmm. Daar kun je elkaar mee volgen. En dat gaat dan via het GPS-systeem. Het is daarbij niet zo dat je kunt zien wat diegene precies uitvoert, maar wel op een meter of 10 nauwkeurig kun je zien in welke straat iemand loopt. Dat kun je behoorlijk goed zien. Nou is het overigens wel vaak bij die apps. Bij Apple heb je een app, dat heet Zoek Vrienden. Ja, precies. Daar moet je elkaar wel toestemming geven om elkaar te mogen volgen. Dus zou ik jou willen volgen, dan stuur ik jou een contactverzoek. En dan moet jij wel toestemming geven aan mij of jij dat wel wil aan mij, zeg maar. Maar ja, dat heeft natuurlijk die vriendin van Jenny gedaan. Die heeft natuurlijk haar zoon gewoon toestemming gegeven, denk ik. Wel toestemming geven, anders gaat het niet. Het is overigens wel zo dat de provider en zo wel kunnen zien waar je bevindt. Maar gewoon individueel kan het nooit zomaar zonder dat je dat wilt. Dan zul je ergens iets op oké hebben geklikt of zo. Ja, maar dat zou me ook niks verbazen. Nee. Maar het is daarbij niet zo of je kunt zien of je de afwas doet of wat dan ook. Dat niet. Maar het zijn wel superhandige apps als je bijvoorbeeld met elkaar afspreekt op een druk punt of zo. Je ziet gewoon van elkaar waar je bent of je bij elkaar in de buurt bent. En dat werkt wel goed, moet ik zeggen. Ja, ik vind het nog net even, voel ik me te gecontroleerd dan. Maar dat ben ik, hè? Ja, nou, je kunt het ook tijdelijk toestaan. Als je zegt je gaat met een aantal naar een festival en je wil elkaar vinden, dan geef je elkaar op dat moment toestemming. En vervolgens s'avonds dan zeg je, ik zet hem weer uit. Op die manier gebruik ik hem heel veel. Je kunt overigens ook via gewoon WhatsApp kun je contact of je locatie delen. Ja. Maar dat is dan een momentopname. En deze app, en ik neem maar dat Android hem ook heeft hoor. Ik heb het nu al over de iPhone. Maar daar kun je gewoon elke paar seconden wordt gewoon je locatie actueel naar je toegestuurd. Ja, maar het is dus niet zo dat hij kan zien of ze gestofzuigd heeft of dat ze lekker voor de televisie hele middag... Ja, daar zijn ook wel weer trucjes voor, hè, dat je dan gewoon elkaar gewoon belt of wat dan ook, of via een camera of zo, maar dat heeft niet met die locatie-apps te maken. Dat zijn gewoon twee hele aparte dingen, aparte zaken zijn dat. Dus ik denk niet dat dat zo... Nee, het is echt voor die locatie-apps. Dat signaal wat de TomTom ook gebruikt. Ja. Hè, dat die kan zien waar je bent, wanneer je links of rechts af moet. Hè, dat is ook een meter of 10, 20 nauwkeurig, zeg maar, ik noem maar wat. Ja. En dat is met deze app zo. Die maakt gewoon gebruik van je GPS-signaal wat je telefoon ontvangt, zeg maar. Hartstikke goed, Elwin. Dank je wel. Ja. Ik had misschien ook nog een klein iets over die thermopane ramen, zeg maar. Ja. Volgens mij kun je die gewoon afvoeren bij de gemeente. En daar zit een bepaald soort gas tussen. Vroeger was het inderdaad een soort lucht als isolatie. Mm-hmm. Volgens mij zit er, als ik me niet vergis, zit er een soort gas tussen. Om de vacuüm inderdaad, niet veel vacuüm op staat. Maar gas dat ontploft als je je haakse... Het is niet het gas wat wij kennen als gas brandbaar. Want als je een raamstuk maakt, dan is het niet zo dat gelijk de boel ontploft. Maar gewoon om die druk te verminderen, zeg maar. Dan krijg je inderdaad een enorme vacuüm. Als je van die grote lappen glas hebt... Ja. En er zit inderdaad geen lucht tussen. Dan zou het ten eerste niet isoleren waarschijnlijk. Want lucht is de beste isolatie die er is. Ja. En nu hebben ze nog wat bepaald soort gas ontdekt, of wat dan ook, dat weet ik niet precies. Wat nog beter isoleert, vandaar het HR++. Ja. Wat op de nieuwe, op de moderne ramen staat, daar zit iets anders in. Iets wat geen lucht is, zeg maar. Of in ieder geval wel die substantie. Ah, oké. Nou, dat ik eventjes helemaal op de hoogte ben van het thermopane gebeuren. Hartelijk dank daarvoor. Daar houden we ons verre van. Heel verstandig. Oké, hartelijk dank, hè. Hoi. Oké, doei. Billy. Hey, Astrid. Hallo, Billy. Goedemorgen. Hi. Hey, ik denk dat ik de oplossing heb van de crypto. De crypto, die is ook nog niet beantwoord. En we zijn al bijna toe aan het Radio 1-journaal met Frederik de Jong. Even kijken. Ja, dus vind ik sowieso gewonnen gaan hebben. Wat ik ook als antwoord ga geven, want het komt anders toch niet meer goed. Maar ik denk, zo goed zit het toch? Ik weet het niet. Fijne korreltjes van de koe? Melkpoeder. En het moet wel iets met de actualiteit van doen hebben, hè? Oh. Ja, maar er wordt nog steeds af en toe gevochten in supermarkten om de melkpoeder. Dus dat klopt helemaal. 10 letters. Ah, is dat hem? Ja, okay, eenvoudig is het soms. Melkpoeder was inderdaad de goede oplossing van het cryptogram. Billy, waar woont je huis? In Alkmaar. In Alkmaar. Er komt een pakketje jouw kant op. Kan een envelopje zijn, hè? Ja, het kan een heel klein envelopje zijn en we zijn aan het bezuinigen. Het kan ook een heel klein... Nou ja, maar er komt in ieder geval iets jouw kant op.
Nou, ik zal iets met de post terugsturen op een dankje. Oh, dat vind je leuk, toch? Ah, oh, nou, nu al gezellig. Hey, dag penvriend. Oké. Okay. Wat zeg jij? Ik zei dag penvriend. Ach, wat heel... Oh, ja, nee. Ja. Dag Astrid, fijne uitzending. Verder nog tot volgende week. Hè. Doeg, hoi. Doeg. Willem, goeienacht. Ja, goedemorgen. Oh, goedemorgen. Ja, is ook goed hoor. Ja. Die man die voor mij bezig was met dat en dat doe jij ook. Ja. Dat is geen spraakgebrek. Dat is een beleefdheidsvorm. Want die staat voor u. Dat je iemand aan het aanspreken bent en dan zeg je steeds, als je het even niet weet, u. Zo, kun je het volgen? Ja, ik geloof het niet, maar ik kan het wel volgen. En ja. Hij speelde een spelletje hoor, die man. Ja. Want toen hij het verhaal van was aan het uitleggen, toen zei hij zelf soms 3 keer achter elkaar. En daarna ging hij over het verhaal van naakt. En toen gebruikte hij die niet meer in dat verhaaltje. Oh, interessant. Daar belde ik niet voor, dat kreeg ik ook nog mee. Oh. Ik belde voor het alfabet. Ja. Dat is in alle talen anders en dat is willekeurig samengesteld. Het alfabet is ontstaan uit merktekens, indexen, daar is het voor. Indexen, namen, daar is een alfabet voor en nergens anders voor. En dan kun je dus sneller dingen opzoeken. En alfabet is ontstaan door vroeger huismerktekens. Dat in de handel de mensen met schepen waren haalden en dat dan hun huismerk op kwam te staan. En zo is het alfabet ontstaan, maar het ligt heel moeilijk. Wauw. Maar ik ben directeur van een dialectenmuseum en daar wou ik naartoe. Ja. Want je moet dadelijk het nieuws voorlezen en dan word ik er weer uitgeflikkerd. Ja, ja. Ongeveer nu al bijna. Ja, ja. Dus die dialecten zijn ontstaan. Doordat de mensen niet willen dat de ene de andere verstaat van die ergens anders vandaan komt. Dus dialecten zijn expres een soort geheimtaal. Oh. Dat je ervoor zorgt dat ze jou niet kunnen verstaan in jouw huis of jouw dorp. En dat vreemden niet geen spionage kunnen, taalkundig geen spionage kunnen bedrijven. Kunnen nou, dat doen ze dat niet zo aardig in Twente, want ik kan het stiekem nog steeds best wel aardig verstaan. Ja, maar luister, als ik de Slimburg praat, dan is het niet zo snel verstaan. Wel hoor. Nee, dit is echt een codetaal van niks. En de dialecten, alle dialecten zijn gemaakt van, alle standaardtalen zijn gemaakt op het krediet van de dialecten. Want ze zeggen, ik kom dus morgen met de kar opholen. Met de kar opholen krijg je het woord karpoelen. Ja, Willem, nee, ik moet het hier echt bij laten. Want ik wil heel graag nog heel eventjes naar Bagheera, oftewel Martin. Want die volgt tijdens de uitzending op de chat en op de mail en op Facebook en alles nog eventjes heel goed of daar nog antwoorden binnenkomen. Gelukkig is het meeste wel beantwoord, maar Bagheera, goedemorgen. Goedemorgen. Sorry, je moet er weer doorheen jagen. Ik ga het heel snel doen. Ja. De pil heeft geen invloed. Oh jee, zal je net zien. Midden in zijn zin is die weg, mijn Martin, oftewel Bagheera. De pil heeft geen invloed, zei hij. Nou, ik denk dat hij er naartoe wilde dat dat dus geen invloed heeft op de groei waar mevrouw Kleingeld het over had. De app komen nog verschillende suggesties over binnen, maar waar het ook op neerkomt, welke app je ook gebruikt. Inderdaad, je kunt wel zien waar iemand is, maar zelden of eigenlijk nooit wat diegene ook aan het doen is. Dus het stofzuigen of de afwas doen, dat kun je niet zien. Tenzij iemand natuurlijk gewoon zijn FaceTime of iets anders aan heeft staan. Bagheera? Ja, daar ben ik weer. Oh, gelukkig maar. Sorry. Nee, ga door. De menstruatie heeft geen invloed op de groei van dames, want die groei stopt zo gauw je begint te menstrueren. Kijk. Vitamine D wordt aangemaakt door het UV-zonlicht en wordt door de huid omgezet. Om 4 uur wordt de buffer van de webcam gereset op het Mediapark. Dus vandaar dat je even dat stilstaande beeld hebt. Oh, echt? En ook gierzwaluwen slapen s'nachts. Want die slapen om de beurt met de linker en de rechter helft. Oh. Dat was hem. Tot volgende week. Ik had het niet willen missen. Bedankt Bagheera en iedereen bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Veel plezier zo dadelijk met Frederik de Jong. En door de week kun je ook altijd mailen hoor, als je nog vragen hebt. nachtzuster@omroepmax.nl. We zitten een man te vissen. Er zit een man te vissen aan het water. Ja. Met een stokje met een hamer eraan. Ja. Nou, dan zeg je, hoe doe je dat?
Hoe vang je nou vis met een hamer aan een stok? Ja. Nou, dan zei ik, dat is heel makkelijk. Dat wil ik je wel vertellen, maar dat kost 10 euro. Ja. Anders vertel ik dat niet. Nee. Dan maak je ze nieuwsgierig en dan zeg je, ja, maar dat wil ik toch wel weten. Ja. Nou, jij 10 euro, vertel het maar, weet je? Ja. En dan zei ik, nou, ik wacht net zo lang tot een vis uit het water springt. Ja. Dan sla ik hem met de hamer op de kop en dan pak ik hem. En dan zeggen ze, ja, maar hoeveel vang je dan per dag? Ik zei, nou, meestal een tientje of zo vandaag. Toch? Dat is ook zo'n stomme mop. Oh, wat afschuwelijk. Oh, wat afschuwelijk. Hé, hey, Nico. Ja? Je hebt zeker ook een vork in de auto. Wat bedoel je daarmee? Waar kan ik een lek prikken? Nee, voor als je hem in de prak rijdt. Ja, in de prak rijdt, ja. Of een mes om de bocht af te snijden. Nou goed, genoeg. Ja, oh, Maggie. Een potje Maggie ook wel. Want? Als je hem in de soep rijdt. En een aardappel. Nee, dat weet ik niet. Voor als je in de puree zit. Nachtzuster, een programma van Max.